Ik spreek met Roderick Velo, in de hoofdstad van Nederland. Nu zullen mensen denken, Roderick Velo, die ken ik toch van tv, maar je bent ook van de radio, hè? Ik ben heel erg van de radio. Ja. Ik ben heel erg met de radio begonnen. Hoe oud was je? Ja, ik denk, ik heb wel eens teruggerekend, en dan, dat kan je doen, hè, naar aanleiding van bijvoorbeeld muziek die je gehoord hebt, die ik gehoord heb, en de plaat waarvan ik me zeker weet dat ik hem op de radio heb gehoord, is Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. En dat was in april 1970. En toen was ik 5. Ja, want wij schelen 10 jaar. Je bent van 64. Ik ben van 64, van oktober 64. Ja, ik van 74. En je liet me net een paar mooie foto's zien. Je was een jaar of 4 en toen zat je al met iets wat leek op een mengpaneel. Nou, mijn vader die werkte bij, die was luchtverkeersleider op Schiphol. En die gaf les. En die kwam dan met apparatuur thuis. En dat was dan les om te communiceren bij beginnende mensen die dus naar de die verkeersleider wilden worden. En dan ging die persoon, die leerling, ging dan in de keuken zitten. En mijn vader ging aan de andere kant van het huis zitten. En dan praten ze met elkaar in codetaal, zoals ze het dan hoorden. En daar is een foto van mij. Ja. En wil je hem zien? Ja. En die foto, alsof ik het er klaar heb gelegd, dan liggen hier al heel lang. Oké, okay, ja. Ja. En dan zit ik daar aan de keukentafel. En ik denk dat ik daar in toch een jaar of... Kijk maar, dat is toch een jochie van 4, 5 jaar. Ja, te gek. Kun je het zien? Je hebt een soort koptelefoon op ook. Ja, en een microfoon. Ja. En boven op mijn kamertje luisterde ik naar Radio Veronica. Naar onder andere Corrie en de Rekels en Huilen is voor jou te laat. En ik had gewoon mijn eigen radio. En dus ik was heel erg gefascineerd door dat geluid wat eruit kwam. Welke discjockeys hoorde je toen? Weet je dat nou, dat, ik denk dat ik... later heb ik dat wel kunnen reconstrueren. Dat is dus wel Tom Collins geweest, Lex Harding, die tijd, Rob Oud. En mijn oom, die had een bandrecorder. En die wilde ik natuurlijk ook heel graag hebben. En die had ook heel veel van die platen die ik daar op de radio hoorde. Als ik dan bij hem op bezoek ging in Middelharnis, dan gingen we die plaatjes draaien. Dus... Borrequito van Pirret. Oh, heerlijk. 72? Ja, zoiets. Nee, 71. Ja. En nou, dat soort, dat zijn allemaal herinneringen. Dus ik weet zeker dat ik heel jong was en een klein ventje was dat ik naar de radio luisterde. Mm. Ja. En hoe werd daarop gereageerd thuis? Ja, mijn ouders kwamen uit, vooral mijn vader was een telg uit een muzikaal gezin. Maar dat was toch allemaal klassieke muziek. Dus popmuziek, dat was niet. Nee. Dat kwam er niet in bij ons. Nee. Ik weet nog wel dat ik gewoon. Dat wij mochten thuis geen top opkijken. Omdat dat muziek was die. Ja, niet. Nee, dat was gewoon verderfelijke muziek. Ja, des niet, duivels. Nee, niet. Het was niet een. Het was niet des duivels. Dus het was niet, wij waren niet kerkelijk. Ja. Maar mijn vader en mijn moeder ook, die vonden dat gewoon geen muziek. En die zagen. Die hadden dat dan wel gezien. Dus dan waren er jongens met zulk lang haar. En dat, dat vonden zij maar niks. Hmm. Ja. Des te interessanter voor jou. Des te interessanter. En op een gegeven moment zat ik in Voorschoten op de lagere school. En daar zat ik in de klas bij Fred. En Fred, die had een zus. En die zus die had een relatie met een van die jongens van Earth and Fire. Hmm. En toen kwam eigenlijk net de tweede of de derde single van Earth and Fire kwam uit. En dat was een groep uit Voorschoten. En toen had Fred tegen mij gezegd, ze komen vanavond op Top Op. Dus ik thuis, de zus van Fred komt op Top Op. Ja. Nou, dan moesten we kijken. Ja. En toen was het ijs gebroken. Ja. Toen mocht het erin. Ja. En wanneer was je eerste dingetje dat je echt ging uitzenden? Ja, dat weet ik nog. Dat was in Apkoude heb ik gewoond. Daar was een piraat. Ja, een jongen die op maandagavond wel eens wat... plaatjes draaiden, maar verder helemaal geen ambitie had om programma's te maken. Hoe heette dat? Ja, dat was, die had geen eens een naam. Nee? Gewoon alleen de straat? Gewoon, en die was dan een beetje aan DX, hè, zoals dat dan heet. Dus een beetje contact leggen met andere FM-piraten. En ik luisterde, ik vond dat spannend. Dus ik hoorde dat. En ik had thuis wel iets van een paar cassette decks aan elkaar geklonken. En daar via een linker en een rechter kanaal iets gemixt. En dan het mono-signaal, dat was het dan echt gemixt, zeg maar. Ja. Dus ik heb dat een keer opgestuurd, een bandje, gewoon een programma waarvan ik dacht, dat is een radioprogramma. En toen zat ik die weer op een maandagavond te luisteren. Toen hoorde ik opeens mijn eigen
programma. Het werd uitgezonden. Het werd uitgezonden, ja. Ja. Fantastisch. Ja. Dus dat was, toen heb ik contact met hem genomen, of weer een brief gestuurd, want dat ging allemaal via een postbus. Dat was natuurlijk allemaal illegaal. Ja, ja. En toen hebben we contact gehad, toen zijn wij Radio Lokaal begonnen. Radio Lokaal. Radio Lokaal, in Apkoude, met een paar vrienden. En dus ja, iedere maandagavond maakten we een programmaatje op een cassettebandje. En dat ging dan naar de zender daar. Ja, en dat werd dan uitgezonden. Nou, ergens in het centrum van Apkoude. Verder niet heel bijzonder. Wat was je toen? Ik denk dat ik toen 17 of zo. Ja. 16, 17 jaar. Dus halverwege de jaren 70 zo'n beetje. Nee, even kijken. Nou, ik denk dat het... Het zal wel jaren 80 zijn. 82 denk ik dat we echt begonnen met die piraten. Was je 18? Ja. Toen was ik 18, ja, precies. Ja. Okay, ja. Dus je was al zelf aansprakelijk. Je kon opgepakt worden. Heb je ooit een razzia gehad bij Radio Lokaal? Nee, geen razzia. Wel dat de politie kwam kijken. Wij hadden op een gegeven moment een kerstuitzending. Vlakbij het Apkoudermeer. Ligt een heel mooi Apkoudermeer. Ligt daar. En daar was een huisje van weer bekenden die we mochten huren. Dat stond allemaal leeg. Dus wij hebben daar onze apparatuur naartoe gebracht. En zijn daar een weekend gaan uitzenden. Ook 's nachts. En toen viel de discjockey die 's nachts draaide, die was in slaap gevallen. Dus er was een draaggolf, maar er was geen geluid. Ja. En toen ging ik kijken wat er aan de hand was. En toen stond daar toch een busje van de politie. Ja. Dus ik weer verder gereden met de fiets. En uiteindelijk is daar niks gebeurd of zo. Dus ik heb dat nooit zelf meegemaakt. Wanneer was de stap naar iets professioneler? Dat je dacht, dit is zo leuk. Hier moet ik meer van. Nou, ik zat... Voor mij was... Ik woon in Apkoude, woonde ik. En daar was te ontvangen de grote zender Decibel uit Amsterdam. Piraat. Maar dat was wel je van het. Daar zaten echt de grote jongens. Jeroen van Inkel. Rob van Zomeren. Dat waren wel mijn radiohelden in die tijd. En ik zat op de middelbare school... Ook in Amsterdam. En daar bij mij in de klas zat Simone Walraven. En wij waren dus vrienden. En zij kwam daar al over de vloer. Dus ik wilde heel graag een keer mee naar de Da Costa Kade in Amsterdam. Dus dat heb ik gedaan. En toen waren ze net begonnen met het opzetten van een nieuwsdienst. En dat wilde ik natuurlijk heel graag. Dus ik ben daar mee weggegaan. Althans, voor een aantal jaren niet meer. Ja. Wat was het format toen van Decibel? Eigenlijk waren er twee soorten muziek werd er gedraaid. Dansmuziek werd er gedraaid en er werd wave muziek gedraaid. Dus new wave, maar dat was ook een beetje dance muziek. Maar eigenlijk was het een dansstation. Dus disco en new wave. En gouden ouwe. Ja. En hing een beetje van de disjockey af. Ik kan me nog herinneren dat Van Zomeren, die kon nog wel gewoon is Bridget the Midget draaien van Ray Stevens. Ja, weet je wel, ook een plaat uit 1971 volgens mij. Ja. Maar dat vond hij dan leuk en dat deed hij. Wie zat er dan nog meer? Daniel Dekker zat er ook, hè? Ja, Van Inkel zat er, Adam Curry zat er, Simone Walraven. Hanno Dik, Ferry van der Velde was dat. Nu jij noemde? Ja. Daniel Dekker. Ja. Een aantal nieuws jongens en meisjes. Theo Visser, disjockey. Hans van der Mark, disjockey. En was dat toen al legaal? Was deze nee, het was toen illegaal. Was echt een grote piraat. Ja, het was echt een grote piraat. Ja. En ik kwam daar, ze waren al een tijdje bezig. En ik kwam er in 82 ook. Hm. En tot, volgens mij, 87. Want toen werden we echt te veel uit de lucht gehaald. Toen was het ook, zijn we nog een tijdje in een studio, een opnamestudio gezeten in de Vinkenstraat. En daar hebben we dan banden opgenomen en die werden dan gestraald naar een soort relaiszender. Nou, toen was het wel het einde van de illegale periode. Ja. En daarna is het nog een jaar, geloof ik anderhalf jaar terug geweest, legaal op de kabel in 88. 87, 88. Maar daar, die jongeren luisterden niet op de kabel. Nee. Dus die miste die zender. Je hebt dus de gouden jaren van Radio Decibel meegemaakt. Kun je ons eens meenemen? Dat moet toch een super spannende en sexy tijd geweest zijn? Dit is echt een van de gelukkigste tijden van mijn leven geweest. Absoluut. Want omdat je doet iets wat eigenlijk niet mag. Nou, weet je, het gekke was dat gevoel hadden we helemaal niet. Want het was een winkelpand. Ik ben er laatst nog eens met een paar jongens wezen kijken. Maar het was een soort van winkelpand aan de Da Costa Kade. En
ja, de deur stond open. In de zomer stond er een bank buiten. En er werd gebarbecued. En er werden jointjes gerookt. En er werd bier gedronken. Het was een jongens- en meisjesclub was het gewoon. Een honk. Een honk was het. Ja. Het was het mooiste wat er is. Ik weet zeker dat ik een jaar heb overgedaan op de middelbare school. Vanwege Decibel. Want ik wilde alleen maar daar zijn. Dat was mijn bestemming. Ja. En je las nieuws. Ik ben begonnen met nieuws lezen. En later ben ik in de avond en nacht mochten we dan mocht ik ook programma's maken. Ja. Ja. Zelf muziek kiezen? Zelf muziek kiezen. Er was er niet zo goed in. Ik was niet zo'n... Tenminste, niet die muziek. Maar we kregen iedere week nieuwe platen binnen. Van Atalos eerst en later van Boeddhisk. Twee importplatenzaken. En die, ja, daar kon je dan uit kiezen. Dus ik maakte daar wel werk van. Dat ik er wel uit kwam. Ja. Maar ik vond het wel... Ja, het is toch iets heel anders om nieuws lezen of disjockey te zijn. Weet je, want disjockey, ja, dan moet je alles zelf doen. En ik kan me nog herinneren dat die compressie daar behoorlijk... vet stond afgesteld bij Decibel. Dus als je dan een koptelefoon opzet en je hoort jezelf, ja, dat is enorm verwarrend. En dat levert niet. Dat waren niet mijn beste programma's. Nee. Weet je nog wat voor een compressie dat was? Ik kan me een spotje herinneren van Inkel die dat insprak. En dat ging dan over WB-apparatuur. En volgens mij zorgde WB. Ik denk dat het een Amsterdamse fabrikant was. En die zorgde voor eigenlijk alles voor compressor, limiters, eindversterkers, mengpanelen. Dus wij hadden in ruil voor de commercial hadden wij apparatuur van WB. Oké. Daar is de politie, neem ik aan, vaker op visite geweest? Ja, heel vaak, ja. Hoe ging dat dan? Heb je dat wel eens meegemaakt dat je zat te lezen en dat de politie binnenstormde? Nee, ik heb het... Gek genoeg is me dat altijd bespaard gebleven. Ja. Maar wat ik weet is dat we hadden boven de deur was er een kast en daar stond eigenlijk alle nieuwe apparatuur in. En ik geloof dat in het begin werd dan wel alleen de zender meegenomen. Maar dat ging al snel, werd dan ook gewoon de apparatuur. Dus dan kwam je daar en was het gewoon, de studio was leeg, leeggetrokken. Maar ja, we hadden gewoon apparatuur voorraad. Dus dan, Kees Raafland was de zendertechnicus. En die wist binnen no time weer een nieuwe zender op te tuigen. En de apparatuur werd uit de kast gehaald. Ja, hup, in de lucht weer. En dan was het, dat duurde niet heel erg lang. Soms ging het heel snel. Maar soms zat er ook wel eens een weekend tussen. Ja. En hoe waren de reacties? Want Decibel is niet voor niks zo'n naam die nog steeds onder radiomakers iets magisch heeft. Ja. Hadden jullie wel fans? Kreeg je post? Kwamen mensen langs? Hoe ging dat? Er kwamen niet mensen langs. Je kon het vooral merken aan de telefoon. Hè? Dus dat was tijdens de phone-in. Weet je het nummer nog? 020-164-168. Ja, dat is makkelijk zeggen. Ja. Maar als je die phone-in organiseerde... En het muziekje van Herb Alpert of wat dan ook werd gedraaid. Ja, dan was het gewoon... Dat ging altijd. Ja. Die telefoon ging altijd. En dan had je een beller had je afgehandeld. En dan ging de telefoon en hup, meteen weer de volgende. Dus was... En in de uitzending in. En in de uitzending, ja. Ja. Er zaten natuurlijk ook mafkezen tussen. Ja, zeker. Die riepen dan... De kostenkade! Riepen ze dan heel hard, weet je wel. Maar goed, dat wist de RCD, de radiocontrole, die wist dat al lang. Ja. Maar dat soort gasten, ja. 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 Op een gegeven moment zijn een boel mensen van Decibel naar Radio 10 vertrokken. Hè? Ja. Van Zomeren, Dekker, maar jij dus ook. Ja, ik ook. Ja, ik was, want Decibel was legaal in 88, maar ja, het was eigenlijk... Kabel. Ja. Het werkte gewoon niet meer. En toen kwam Jeroen Soer, die kwam in Amsterdam met Radio 10 in de Hondhorststraat. En die had disjockeys en nieuwslezers nodig. En Rob en Daniel Dekker, die waren de eerste die weg waren... En Hanno Dik was ook snel weg. En ik studeerde en ik dacht, ja, wat moet ik doen? Weet je, ik moet iets doen. Ik moet ook, ja, misschien is het ook iets voor mij. Dus toen heb ik een bandje van die nachtuitzendingen van Decibel gemaakt. Tot, 2,5 minuut of zo. Dat in de bus gedaan, in de Hondhorststraat. En ter attentie van Jeroen Soer en Ferry Maat, geloof ik. Want die was programmaleider. Ja. En toen zat ik mijn huiswerk te doen. Te studeren en toen ging de telefoon. En dat was, kreeg ik Ferry Maat aan de telefoon. Wow. Nou, dat was. Dat is. Ja. Nee, dat is voor iemand van mijn leeftijd, met een radiohart, is dat echt
Denk je, wat is dit, man? Alsof je, hè? Ja, ja. Alsof je naar de radio luistert. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en wat zei hij? Nou ja, die zei, kun je langskomen? Dus ik op de fiets naar de Hondrostraat. En nou, hier staan de... We gingen de kelder in. En hier staan de LP's en hier staan de singeltjes. En je kan ook nieuws lezen. En ja, nou, of je kan programma maken, maar je moet ook nieuws lezen. Ja, ik zei, nou, is prima. Nou, kun je vanavond beginnen? Vanavond? Vanavond, ja. Heerlijk. Ja, dus dat ging heel snel. En wat... Bloednerveus was ik. Ik weet al, ik geloof wel dat mijn eerste nieuwsuitzending was in het programma van Ferry Maat. Nou, dat was echt, dat was zo nerveus, jongen. Dat, ja. Mijn toenmalige vriendin zat te luisteren. Ik dacht, oh jeetje, jongen, wat had jij het zwaar. Ja. Dat hoor je. Dat hoor je. Ja. Dat, zij hoorden dat natuurlijk. Ja, ja. Ja. En wat, je begon dus als nieuwslezer? En met ja, gecombineerd eigenlijk. Okay. Ook een programma meteen ja, dezelfde ja, dag? Ja, in het weekend. Oh, dus, kijken. Is dat niet gek trouwens, dat de nieuwslezer ook een radioprogramma doet? Of vind je dat dat gewoon moet kunnen? Op dezelfde zender dan? Hè? Ja, ja. Er wordt nog wel eens in Amerika over gedacht, ja, maar protect your newscaster's identity. Ja, dat begrijp ik. Want je bent dan toch de voice of authority, zeg ja. Eens, hè? Maar het was eigenlijk misschien, ik denk dat het ook een beetje, ja. Ja, ik was natuurlijk iemand die goed kon invallen, zeg maar. Dus ze hadden ook, ja, het was ook een roosterprobleem. Hm. Maar ik heb daar toen niet over gedacht. Ik weet dat er inderdaad strenge ideeën over zijn, maar... Maar nou. Er werd daar toen ook niets over. Nee. En hoe was het? Werd dat goed beluisterd, dat radioteam? Dat zat ook alleen op de kabel natuurlijk. Ja, of maar wel in heel Nederland. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Ja, ja. Ja. Ja, wij met z'n tweeën waren we eigenlijk, hè, Cable One en ja. Radio 10. Ja, we waren hartstikke enthousiast. En dat enthousiasme, dat was toch aanstekelijk door de radio ook. Want wij kregen best heel veel post, moet ik zeggen. Leuke programmering. Ja, leuke programmering. Leuke discjockeys. Muziek. Gewoon 24 uur per dag, altijd. Weet je wel, dat was ook uniek eigenlijk. Was het gold format? Of was het... Nee, het was gewoon nog een stenseltje. En daar stond dan, begin met een 60, 70. Dan een hit, dan een recurrent, dan een LP-track. Of zo. Ja. Nee, dat kon je allemaal zelf invullen. Lekker. Heerlijk. En dan wel gewoon na je programma alle BUMA-gegevens. Oh, ja, dat was dan weer... Minder. Dat was vreselijk. Maar je hebt geen producer natuurlijk. Alles zelf doen. Was die studio cool trouwens? Ja, er waren twee studios. We hadden een productiestudio aan de voorkant van de Grondhorstraat. En aan de achterkant was een... daar was de uitzendstudio. En wat stond daar? Ela mengpaneel. Sonyfex. Ik denk 4 Sonyfex jingles. Cards. Cardmachines. Geen computer natuurlijk nog. Geen computer. Twee... Studers denk ik. Nee, twee... bandrecorders. Okay. Daar zaten de reclames in. Ja. Oh, okay. En daar zaten ook de commercial killer in. Want dat was commercial killer, dat was een signaal. Omdat in Italië, Milaan, waar de zender stond, de etherzender, daar mochten dan niet de reclames te horen zijn. Geloof ik. Zoiets was het. Dus, nou goed. Maar hoe lang dat avontuur heeft niet zo heel lang geduurd? Nou, dat avontuur voor mij heeft dat 6 jaar geduurd. Oh, toch? Ja. Om van Zomer en Dekker zijn. Nee, die zijn aan de Tros. Ja, die vrij snel. Ja. 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 Met, ja. Ja. Nee, ik ben redelijk trouw. En ik heb daar 6 jaar gezeten. Dus de hele periode Hondrostraat. Toen gingen ze naar de Vijzelgracht in Amsterdam. Ja. En toen was inmiddels al het gold format. Dus dan kon je ook niets meer uitzoeken. Dat was gewoon computer. En toen had ik, geloof ik... al 56 keer de Beatles aangekondigd met She's So Fine. En toen dacht ik van, dit is wel klaar. Ik zie het aan je gezicht. Ja. Kleine walging. We kennen het allemaal, hè, dat je steeds dezelfde platen moet draaien. Ferry Maat, wie is nog meer programmalijder geweest? Maatbaas is natuurlijk ook vertrokken daar. Ja, Ferry, Peter Rijzenbrij is het toen eventjes geweest, volgens mij. Of langer. En toen kwam Tom Mulder. Je hebt nog met de grote Tom Mulder gewerkt. Ja. Ging de galm aan ineens. Toch? Ja, ging de galm aan. Ja, ik kan me niet heel veel eigenlijk herinneren van Tom. Wel als een programma's natuurlijk, maar niet als programmaleider. Hij was niet zo'n hele geweldige communicator. Hij was streng, hoor ik. Ja, zo streng. En, maar er was niet bijvoorbeeld een disjockey-vergadering waarin we nou eens een keer lekker uitgebreid gingen bomen over welke kant het op moest.
Dus dat was... maar ik heb wel daar wel in die periode Peter Holland ontmoet. Dat was ook wel een radioheld van mij. Ik heb nog wel gespijbeld vroeger om gewoon te luisteren naar Hollands Handwerk op dinsdagmiddag. Vara dinsdag. Dat vond ik een geweldige disjoe. En... Edith zat er ook, hè? Edith zat er ook, maar die is niet volgens mij meegegaan naar de Vijzelgracht. Maar Edith zat er zeker in de Hontorstraat. Ja, ja, en het was echt een leuke ploeg, Ger van der Brink. Ja. Edith de Doos. Is dat waar, van dat zij een boekje uitbracht, De Lul, waarin allerlei roddels over collega's stonden. Dat legden ze dan stiekem s'avonds gestenseld in de postvakjes. Ja, dat is zeker waar. Ja. En pas... vrij recent is dat pas zijn ze erachter gekomen dat wie dat gemaakt heeft. Ja. En ik geloof dat Ferry nog steeds boos was. Ja. En ik heb via de Facebook heb ik nog gelopen te bemiddelen. Zeg, nou, weet je, Verla nou ophouden, ja, weet je wel. Dus dat is heel lang geleden. En, want hij vond dat heel erg. Maar Ferry was gewoon extreem super professioneel. Die nou. En die, ik weet nog wel dat wij, want wij hadden op een gegeven moment een ander blaadje ook een keer gemaakt. Gewoon met open en bloot. Dat hadden Hanno en ik gedaan. Ik ben even de naam kwijt. Maar daar stonden ook, weet ik, interviews of verzonnen interviews met discjockeys. En toen zei Ferry van, ja, ik vind het allemaal wel leuk, maar stop die energie nou gewoon in je programma. Ja, er valt wat voor te zeggen. Ja, en er valt heel veel voor te zeggen. Dus ja. Heel goed. Ja. Dus dat hij is gewoon nog professioneel. Dus dat vind ik, ik heb denk ik een hoop van hem geleerd. Dat is bij veel radiostations nu nog aan de hand. Achter de schermen hebben we het super gezellig. En die telefoon wordt niet opgenomen. En die prijswinnaars krijgen hun prijzen niet. En er wordt niet. Maar gewoon... Ja. Je denkt, ja, hallo. Voor wie zitten we dit te doen eigenlijk? Ja. 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 Maakt het jou trots dat Radio 10 nu, dat het nu zo... Ik heb wel zo'n gevoel, denk, hé, Radio 10 verdient het ook nu na 30 jaar. Als een van de eerste. Ja. Om nu gewoon op weg naar nummer 2 of nummer 1 te zijn. Ja. Ja, ik vind dat ook geweldig. Ja, ik vind dat heel leuk. Omdat ze hebben ook lastige tijden gehad. Ja. Hele lastige tijden. Frequenties kwijtgeraakt. Ja, exact. En ze hebben nu een weg gekozen die het gewoon goed doet. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik luister niet zo heel veel meer naar de radio. Omdat ik heel veel podcasts luister in de auto. Maar Radio 10 is, je weet wat je krijgt. Die oude muziek vind ik nog steeds leuk om te horen. En ik vind de presentatie prettig. Dus ik vind het professioneel, het klinkt gewoon goed. Hmm. Van zomer is me iets te druk, maar daar is ook heel veel voor te zeggen. Nee, die zender klopt gewoon. Stel, Ekdom belt jou en zegt, ik wil jou gewoon als vaste nieuwsanker iedere ochtend. Zou je het doen? Nee, dat zou ik niet doen. Nee? Nee. Toch Radio 10, radio? Ja. Of is het een passeerstation? Ja. Je zit ook dicht bij het vuur. Je zit op de plaats waar het gebeurt, zeg maar. Nou ja, weet je, ik denk... Want ik heb nu zo'n leuke combinatie van dingen bij RTL. En mijn podcast met Bert Brussen. Voor de post online, hè? Ja, de TPO-podcast. Ja. Daar heb ik zoveel vrijheid en dat is zo leuk om te doen. En dat ik deze combinatie graag nog een paar jaar wil volhouden. Hm. En het nieuws lezen, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel gedaan. Ja. Weet je wel, ik heb heel lang op televisie de nieuws gelezen. Ja, dat is, op een gegeven moment is dat ook, ben je gewoon klaar. En dan vind ik het veel leuker om interviews te doen. Ja. Dus ik loop echt meters, honderden meters met gasten, gewoon met een camera erbij, voor de website van RTL Z. En dan interview ik van alles en nog wat, van Dijsselbloem tot... Tjibi Joustra, dat vind ik veel leuker om te doen dan nu weer te gaan nieuws lezen. In de radio maken, stel eens vragen hier voor 7, 9 s'avonds of twee keer in de week, zo een beetje in het weekend. Ik geloof het niet. Nee? Ja, weet je... Je hebt hier een prachtige studio, staat op een platenspeler zelfs. Ja, ja. Het zit nog onder je huid. Nou, kijk, het hangt van de vrijheid af. Ik heb ook nog een paar jaar voor Stenders bij Kicks Radio gewerkt. Ja. En dat was een programma wat ik helemaal zelf mocht samenstellen. Dat was ook het format van het station. En toen heb ik in deze studio heb ik dat iedere week 2 uur zelf muziek gedraaid. Ja. Uitgezocht, dingen bij bedacht, jingles gemaakt. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, want je zit er nu met je rug voor, maar achter jouw rug staat gewoon, dames en heren... En dikke Warsanis, hè? Het is toch dus het apparaat gewoon voor ons radiomakers, hè? Ja, en hij doet het nog steeds. Ja, geweldig apparaat. Ja. Lekker analoog. Ja. Ja. Maar we slaan een heel stuk over, want het is natuurlijk niet naar Radio 10 ineens opgehouden voor jou, toch?
Nee. Nee, ik ben altijd wel... Want ik werkte bij Radio 10, werkte ik ook al in Hilversum. Als redacteur bij de VARA. En daar ging ik ook... hoe noem je dat? Voice-over doen. Voor Kassa en voor Zembla. En ik mocht programma's presenteren op Radio 1. Kun je eens wat noemen? Nou, 1 op 1. Dat was een soort... ook een interviewprogramma. We hebben nog Pim Fortuyn geïnterviewd. En dan haalden we vragen van luisteraars binnen. Een uurtje op Radio 1 was dat. En het Radio 1-journaal ook. Een korte periode. Dus ik heb altijd Hilversum afgewisseld met Amsterdam. Ja. Ja. En staat me iets bij Radio 2? Daar ja. Ga je ook wat doen? Ja. Ja. Maar toen had ik televisie al gedaan. Had ik SBS gedaan. En had ik bij de Tros wat gedaan. En toen belde de VARA, want die zochten een nieuwe presentator voor Radio 2. Voor ontbijtradio. Bert Hanelijkman zat dat? Nee, die zat daarvoor. Zat even zijn naam kwijt. Bert Kranenbarg? Nee. Nee. Nou ja. We hebben het over 2000? We hebben het over 2002. Oké. Okay. 2002, 2003. En dat was een... Iemand die ik kende, Selma, die belde mij, die kende ik nog van mijn eerste periode bij de VARA. We waren eigenlijk min of meer gelijktijdig begonnen daar. Zij was opgeklommen tot een soort van chef bij Radio 2. En die zei, god, zou je een test willen doen? Hè, voor het ontbijtradio. Dus nou, dat deed ik. Ja, en ik merkte meteen dat ik dat hartstikke leuk vond om te doen. Jeroen Soer was toen de radiobaas. Of misschien wel de radio- en televisiebaas toen bij de VARA. Dus wij hadden een gesprek, een iets te kort gesprek over salaris en over mijn invulling. En toen heb ik wel spijt gehad van de gretigheid waarmee ik ja heb gezegd. En niet alleen vanwege het salaris, maar helemaal niet. Maar ik heb gewoon slecht onderhandeld over wat mijn rol was. Presentator, maar hè, ja. Ja, mag ik ook bepalen, mede bepalen wat we gaan... wat we gaan uitzenden. Je werd een soort uitvoerder. Nou ja, vooral omdat het verschil tussen mij en de redactie groot bleek. Hè? Ik kan me nog herinneren een voorbeeld dat op een gegeven moment André Hazes een hartaanval had gehad. Die lag in een ziekenhuis in Barcelona. En ik zag dat in de Telegraaf. Die Telegraaf bracht dat. En toen zei ik van, nou, daar moeten we iets doen, mee doen. Hè? Dat is Radio 2. Ah, zeiden ze dan, hij is de Telegraaf. Dat was toen nog, werd daar een beetje de neus voor opgehaald bij de VARA, voor de Telegraaf. Dus dat hebben we overgeslagen. En in plaats daarvan moest ik een gesprek voeren over, om 6:15 s'morgens, over alle gruwelijke details van Marc Dutroux. We hadden dan, dat was dan een vast item, die man die stond terecht. En dus hadden we een verslaggever in België die dan ging vertellen wat er allemaal gebeurd was. En ik had veel liever gekozen voor André Hazes. Dus dat beviel niet? Nee, dat beviel niet. Dat kan ik met een gerust hart zeggen. En dan moet je dat ik voor op. Ja, ik had een contract voor een jaar. En na 3 maanden dacht ik, dit wordt niks. Zelf de stekker eruit getrokken? Nee, ik heb het wel het jaar volgemaakt. Nog een tijdje wat langer op vakantie geweest. Maar nee, dat was geen gelukkige combinatie. En dan toch spijt van dan? Ja, behalve die onderhandeling? Of had je er helemaal niet aan moeten beginnen? Of? Nee, dat is super leerzaam natuurlijk. Ja. Maar ik vond het wel zwaar. En het was voor niemand was het fijn eigenlijk. Want voor die redactie was het ook niet fijn. Ja. Want op een gegeven moment kan je toch ook niet meer ophouden dat je... Niet tevreden. Dat je niet tevreden bent. Dus dan kom je toch ook wel eens gewoon 's morgens vroeg om 4:30 of 5:00 kom je gewoon chagrijnig op je werk. Ja, dat is natuurlijk voor de redactie ook niet leuk. Nee. Dus ik geloof dat iedereen blij was dat het over was. Klaar. Dat is voor iedereen beter, ja. Ja. Dat is een relatie die niet meer loopt, hè. Ja. Wat vind je van Radio 2 nu? Luister je het? Oh nee, je zei al, je luistert. Ja, bij podcast. Heel weinig. Ja. Ja. Dat een NPO-zender, een staatszender, zullen we even zeggen, nu de nummer 1 van Nederland is dat goed? Of is dat... Nou, dat vind ik een oordeel van de markt. Als de markt zegt, jullie zijn nummer 1, dan zijn jullie nummer 1. Dat vind ik goed.
Het was wel laatst dat alle zeilen zijn bijgezet om Gijs Staverman binnenboord te houden. En dan denk ik, jezus, dat is weer zo publieke omroep. Weet je, ja, waarom? Nou, omdat het bij de publieke omroep altijd gaat over de mannetjes en niet over of de poppetjes, vrouwtjes ook. Ja. Maar niet over wat het publiek nou eigenlijk belangrijk vindt. Ja. En Staverman is natuurlijk, is een geweldige jongen op dat tijdstip. En is een trekt die kar. En die moet je dus gewoon ten koste van alles willen houden. Ja. En datzelfde geldt. Maar je ziet het ook bij televisie. Wat ik nog steeds een rare move vond op televisie was het ontslag van Clary Polak. He, dat is dan opeens iemand die zegt, ja, maar we gaan nu met iets nieuws beginnen en daar hoort zij niet meer bij. Ja. Want zij is te links of ze heeft een verkeerd imago. En dan wordt iemand gewoon afgeserveerd. Ja. Terwijl, en dat heb ik heel veel, want ik loop best wel lang mee al bij de publieke omroep. Dat heb ik bij een hoop mensen gezien, ook bij de VARA's. Ja, dat is gewoon jammer. Op basis van wat worden ze gepasseerd? Ja, omdat er dan bijvoorbeeld een nieuwe zender... een coördinator komt of iemand die zegt, nou, nu ga ik mijn stempel drukken en ik vind eigenlijk dat en die moet weg en zus en zo. Ja, persoonlijke voorkeuren. Ja, persoonlijke voorkeuren en niet gebaseerd op feiten. Het is meer gebaseerd op ego dan dat het gebaseerd is op van dit is goed voor de zender. Ja, dus te veel macht bij een select groepje mensen. De discussie gaat natuurlijk nu ook, die zul je misschien ook volgen, hè, dat de netmanagers veel te zeggen hebben. Jeroen Bosman met de radiotak, Frans Klein, noem de namen maar op. Of hoort dat nou eenmaal gewoon zo? Moet iemand die knopen gewoon doorhakken? Of moet er een soort medezeggingschapsraad komen van het publiek die daar zitting in hebben? Dus voor mij pakt iemand uit Limburg, uit Flevoland en dan gewoon 12 mensen die zeggenschap hebben. Wat willen wij nou bij het publiek omroep zien en horen? Of wie? Of is dat onhaalbaar? Nou ja, kijk, weet je wat het zo onwerkbaar maakt is dat al die omroepen er nog steeds zijn. Er zijn er wel minder, omdat ze fuseren. Ja. Maar het is gewoon... Ja, die zitten er ook nog doorheen, weet je wel? Dat... Ook nog? Ja. Nee, ik zou niet kunnen uitleggen hoe het dan wel moet. Ja, ja. Je kunt kijken naar de BBC bijvoorbeeld. Hè, waar, ja, dat is dan één organisatie. Ja, gaat dat dan beter? Ja, misschien wel. Hm. Dat het misging bij de VARA... Heeft dat voor jou de deur bij de VARA dichtgesmeten... Ik bedoel, dat merk je ook vaak. Als één dingetje mislukt, dan ligt het meteen aan het poppetje. En dan is Roderick Velo staat op de zwarte lijst. Of er staat een rode streep doorheen. En dan vragen we die ook niet meer. Nee, nou, ik denk dat er zeker een rode streep door zijn naam staat. Maar dat zeg ik een beetje meer gekscheren. Maar ik geloof niet dat ik ooit nog eens een keer een programma voor de VARA zou gaan maken. Maar op het persoonlijke vlak is er niet zoveel aan de hand. Want ik heb, met die Selma heb ik nog steeds contact. En ik heb ook heel veel te danken aan de VARA. Want ik heb daar... Ja, ik kwam van de universiteit. En ik wilde stage lopen. En ik mocht stage gaan lopen bij de VARA. Ja. Bij Spijkers met Koppen. En ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Dus ik ben de... Ja, ik heb veel geleerd bij de VARA. Dus dat vind ik... Maar dit was niet de bedoeling. Wat er bij Radio 2 gebeurde. Hm. Nou ja, soms werken dingen gewoon een beetje niet, hè? Nee. Wat heb je voor de TROS gedaan eigenlijk? Nou, een paar dingen. Ik heb het televisieprogramma gepresenteerd met Jack van Gelder. Wat was dat alweer? Dat was... Iets met sport, gok ik? Ja, sport en nieuws. Hoe heet dat nou? TV, sport en nieuws. Een spannende titel. Ja, helemaal niet. En Jack deed dan het eerste half uur sport. En heel verrassend, ik deed dan het volgende half uur. Ja, dat is lang over nieuws. Ja. Maar dat was ook al een sterfhuisconstructie. Dat was eigenlijk een programma wat Ivonia deed. En die dacht van, daar heb ik geen zin meer in. Dus we moeten een nieuwe iemand hebben. Veranderen, ja. Heb jij ook in al die gekkigheid meegedaan? Renje Rot, Sterrenslag en de IJs, weet ik hoe dat allemaal heet. Meegedaan? Ja, of heb bij de TROS moet ik toch meteen denken aan de Land, de Zee en de Lucht. Ik heb er natuurlijk ook jarenlang rondgehuppeld. Ik vind jou helemaal niet bij de TROS passen namelijk. Nee? Nee, ja, voor zo'n volks ben je niet, toch? Nou, ik heb wel oog voor bijvoorbeeld wat er nu leeft in de samenleving. Wat men dan populisme noemt. Daar vind ik vervelend dat in een extreemrechtse hoek wordt gedouwd. Dus,
Nee, ik kan er wel sympathie voor hebben. Maar ik ben niet iemand, als je dat bedoelt, volks in de zin, ja. Frans Bauer. Dat, ja, en nee. Een ster op het plein ja. En zo. Dat, nee. Nee, dat, nee. Maar dat heb je dus ook allemaal niet. Daar heb je nee. Nee. Nee, ik heb nog wel, ik heb ooit wel, volgens mij, een jongen van 9 gesolliciteerd als presentator van Top Op bij de AVRO. Ja, ja. Een mooie afwijsbrief gehad. Ja. 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 Ik zit even te denken, hè. Schiet me van alles te binnen, maar je bent natuurlijk een bekend hoofd van televisie. Recent is een verslaggever van Telegraaf even klap voor zijn kanus gehad van de Ajax-aanhang. Ja. Merk jij daar iets van, dat jij steeds meer toegeschreeuwd wordt als zijnde toch de vertegenwoordiging van brenger van het nieuws en misschien polarisering, bepaalde bevolkingsgroepen die zich niet gehoord voelen. Merk je daar iets van? Nou, ik merk eigenlijk het tegenovergestelde, want ik was van het weekend liep ik op de Nieuwmarkt en toen was daar iemand en die zei, hey, Roderick, leuk, weet ik, las dan columns en zo, dus die zei, ja. ik waardeer wat je doet. Ja, dat vind ik geweldig om te horen van een wild vreemde. Hmm. Dus nee, ik merk weinig agressie. Ja, er is natuurlijk wel heel veel agressie op Twitter. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die wat ik schrijf als columnist echt verschrikkelijk vinden. Ja, dat is all in the game. Want je schrijft iets over Bono en dan kan ik me voorstellen dat niet iedere YouTube-fan juichend achter jou aanrent. Nee, maar dat... Wat had je over hem geschreven? Nou, ik had geschreven dat Bono op schoot zit bij de macht en tegelijkertijd roept dat een beetje de rebel uithangt. Ja. En op bezoek gaat bij Macron en goede vriendjes is met Tony Blair. En ja, een niks doet voor de derde wereld, niks doet voor het klimaat. Gewoon helemaal echt, het is een charlatan. Gewoon. Maar neem niet weg, want het stond ook in die column dat ik de muziek toch heel goed vindt van YouTube. Ja. Maar heeft dat iets opgeleverd aan verwensingen? Of, nee. Nee. Wat is de column waar je het meeste gedoe om gehad hebt? Dat ging over het klimaat. Dat is een heel brisant onderwerp. Ik had geschreven dat 97% van de wetenschappers denkt dat de mens schuldig is aan broeikaseffect. Klimaatverandering. En nou, dat was wel duidelijk. Daar was iedereen het wel over eens. Maar toen zei ik, ja, en dan die 3%, wie zijn dat dan? Dus daar was ik gewoon geïnteresseerd in. Dus heb ik een aantal van dat soort figuren naar boven gehaald. En wat zeggen ze nou eigenlijk? Dus dat had ik verwerkt in die column. Nou, dat was... En het ging wel om 3%, maar dat had ik niet mogen doen. Nee? Nee. Waarom nee. Niet? Ja, dat is vreselijk. Dat is vloek in de kerk. Maar iedereen is het erover eens dat klimaatverandering komt door de mens. Ja, dat hebben we collectief afgesproken. Dat hebben we collectief afgesproken. Als je daar iets tegen inbrengt, dan ben je... Wat werd je genoemd? Ja, ik weet het niet. Maar goed, het zet mij aan tot ook weer in gesprek te gaan met die kant. Ja. En daar is uiteindelijk een heel mooi gesprek uit voortgekomen tussen een klimaatskepticus en iemand van het PBL. Ja. En dat is op YouTube te zien. Dus om die mensen met elkaar in gesprek te zien. Dus dat was echt leuk. Ja, maar het meeste gedoe heb ik eigenlijk gehad een keer met een uitzending van de podcast. En toen had, het namen nog hier op, Bert Brussen woont tegenwoordig in Gran Canaria. Maar toen zaten we hier nog en toen hadden wij het over een columniste van Trouw. Mevrouw Noerhussen. En die dacht dat ze had gehoord dat ik zat te gniffelen om een opmerking van Bert Brussen. En Bert Brussen had het over de trouwnegerin. Maar dat was dan omdat zij altijd maar zoekt naar de problemen van de zwarte medemens in de Nederlandse samenleving. En zij vond dat duidelijk een vorm van racisme. En heeft toen haar Twitter-volgers allemaal opgeroepen om achter mij aan te gaan. Tot in Luxemburg aan toe. Oh ja? Ja. En die kwamen ook echt massaal... Ja, op een gegeven moment werd er toch wel gedacht van... bij Luxemburg, wie is die Roderick Velo en wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Dus dat weet ik toch even... Ja. Maar je op het matje geroepen bij RTL? Nee, niet op het matje geroepen, maar ze wilden wel even weten wat er aan de hand was. Ja. En de hoofdredacteur van RTL Nieuws, Harm Tazelaar... Ja, dat is een hele goede hoofdredacteur. Die heeft dat teruggeluisterd en die zei, waar gaat dit over? Dus, nou, ja.
Zijn ze er überhaupt blij mee, al die nevenactiviteiten? Als nieuws, wat je naast je nieuws lezen nog allemaal doet? Nou ja, het hangt ervan af hoe je het invult. Kijk, als ik hele rare dingen ga lopen roepen op die podcast of waar dan ook. Ja. Of als ik in mijn blootje hier over de straat ga lopen. Ja, nee, daar zal RTL niet blij mee zijn, nee. Natuurlijk. Dus, maar Jan de Hoop doet natuurlijk ook van alles. Ja, maar ik doe... Kijk, die TPO-podcast is geen vetpot of zo. Of nee. Ja, maar je moet dus, denk ik, en dat was altijd... Kijk, als ik een... Ik doe het niet meer zoveel, maar als ik een snabbel doe... Want daar doel je op natuurlijk. Hè, dat je gewoon voor een bedrijf of voor een bank, voor ING... Ga je dan een middag leiden over nou ja, die veranderingen in het personeelsbeleid, noem maar wat. Ja, dat... Harm Tanselaar zegt altijd... Je moet... de volledige vrijheid hebben om te vragen wat je wil. En je moet niet in dienst staan van het bedrijf. Dus niet in dienst staan van ING. En als je die garantie krijgt, nou, dan kun je nog per geval bekijken of het deugt of niet. Maar dat zijn wel de randvoorwaarden. Terecht, vind ik. Want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat... Ja, dat ik... op zo'n middag bij ING bijvoorbeeld dan bepaalde vragen niet mag stellen omdat die ING-directie dat lastig vindt. Ja. Dat zou een verraad zijn aan mijn eigen beroep. Ja. Je laat je niet als trekpop daar inhuren en zeg maar wat ik moet vragen. Je blijft journalist. Natuurlijk. Ja, nou, heel goed. Ja. Wat vind jij ervan dat John de Mol, even terug naar radio, hè, dat hij zoveel radiozenders in zijn bezit heeft? Ik kan het eerlijk uit mijn ervaring vertellen dat mijn carrière geen goed heeft gedaan, mijn radiocarrière. Want ik weet heeft hij iets tegen? Nou, John de Mol niet, maar er zijn wat mensen die daar rondrennen, die zien mij wel eens op Mediacorant staan en die vinden mij me dan meteen gevaarlijk. Weet je, oh nee, daar is iets mee aan de hand, die is te spannend voor ons. En dan hoor ik de bedragen die ze betalen, 50, 75 euro per uur, en dan denk ik ook, ja, nee, daar ga ik ook geen radio voor zitten maken als ZZP'er. Hoe zie jij dat? Dat John de Mol 6 radiozenders onder zijn beheer heeft. Is dat een goede ontwikkeling? En nog eens 6, hoeveel tv-zenders? 3, 4? Ja, het is... Kijk, ik ben wel iemand die gelooft in de vrije markt. Hè? Dus ik geloof dat concurrentie het beter maakt voor consumenten. Dus ik vind het lijkt mij geen goed plan om dat allemaal... te reguleren? Te reguleren, maar ook in één hand te houden. Ja. Weet je wel? Dus... Maar ja, dat hebben we geloof ik zelf een beetje voor elkaar gekregen. Hoe? Nou ja, het was natuurlijk... We hebben ook... Er zijn natuurlijk ook heel veel Belgen die hier over de vloer komen. Mm. En mee eten uit de mediaruif. En bezit nemen van kranten, uitgevers. En ik denk dat John de Mol... Ja, die probeert daar iets tegenover te zetten. Mm. En de boel nog in Nederlands in de handen te houden. Ja, het is natuurlijk een machtsspel. Ja. Maar is het niet ook een beetje potsierlijk? Al dat gekoop van die sterren. Al dat. Ja, ik weet het, we geven ons misschien op gevaarlijk terrein, maar dat interesseert me niet. het lijkt wel alsof ook dat John de Mol het succes niet gegund wordt. Ik betrap me soms op het gevoel als dan weer een show van Gordon flopt. Dan denk ik, ha, net goed. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel eens, ja. En waarom denk je dat? Nou, omdat ik het potsierlijk vind. Altijd opgekoopt van die sterren. En dat kom maar bij mijn club. En bij mij is het beter. En al het gekochte succes. Ik creëer zelf eens iets. En natuurlijk, The Voice heeft hij bedacht en zo. Maar ja, ik weet niet. Ik zit dat eens te bekijken. En denk, zit jij nou gewoon met je centjes te strooien? Nou ja, kijk, weet je. Het is niet centjes te strooien. Kijk, het is... Wat dat betreft vind ik het fascinerend wat er gebeurt. Omdat televisie... Dit is een John Wall natuurlijk... Als er iemand iets weet van televisie, dan is hij het. He? Dus hij is echt wel... Ja, maar ook van stations programmeren? Nee, maar dit is nu natuurlijk het interessante. Want we hebben het gezien bij Twan Huis, bij RTL. We zien het nu weer bij SBS gebeuren. Het is niet zo dat je met een bak geld, een bekend gezicht of een hele goede presentator of een hele goede journalist naar je zender kan krijgen en daar een programma omheen bouwt. En dan is het een succes. Dat is dus, nee. Dat werkt dus niet zo. Maar dat is dus fascinerend wat daar gaande is. Het publiek... Ja, kijk, als ze het hadden geweten, dan hadden ze het niet gedaan. He, dat waren ook de woorden van de directeur van RTL, in het geval van Twan Huis. Als je van tevoren had geweten van, nou, dit werkt niet, ja, dan ga je het niet doen. Dus je ontdekt iets... Van ja, maar dit werkt helemaal niet. Maar waarom dan niet? Want ja, Twan is iemand die veel kijkers had bij de college tour. Toch een hele
kwalitatief hele goede jongen. Maar kwam het door Twan of kwam het door het Format? Of paste dat toevallig goed? Ja, maar dat is... Kijk, wij kunnen nu... als twee professoren kunnen we nu gaan nadenken over hoe dat is. Ja. Maar dat is het fascinerende, vind ik. Dat we daar dus geen vinger achter krijgen. En zelfs iemand als John de Mol krijgt daar geen vinger achter. Dus dat is iets magisch bij consumenten, bij televisie- en radioluisteraars. Nou, maar dat is ook de gunfactor, denk ik. Je voelt je thuis bij een zender of je voelt je niet thuis bij een zender. Waarom doet RTL Boulevard het geweldig met... hoe heet die? Bo? Nee. Presentator? Nee, die nu weg is naar SBS. Winston? Albert. Albert Verlinde. Ja. Dat was toch een succesnummer. Ja. Dat ging toch hartstikke goed. Ja, en nu doet hij hetzelfde. Ja, omdat dat de slappe aftreksel is. Dat kennen we al. Ja. Kom eens met iets nieuws. Ja. Ga die afgelikte boterhammen allemaal. Wat heb ik daar nou... Ja, tenminste, zo denk ik. Ja, begrijp ik het ook niet zo goed. Ja, dat begrijp ik niet. Want ik zag laatst ook weer een trailer of een promo voor iets wat heel erg lijkt op The Voice of Holland. En dat gaat dan bij SBS beginnen. Ja. Kopie van een kopie van een kopie. Ja. Ja. Hebben ze jou nooit voor RTL Late Night gepost? Nee. Nee? Zou je het doen? Een dagelijkse talkshow? Nee, denk ik niet. Waarom niet? Nee, dan moet je... Kijk, wat ik mis iets van een... iets entertainments, dat heb ik niet. Flair? Ja, denk ik. Te zakelijk? Te serieus, te nicherig. Toch kan je met jou best wel lachen. Net ik kan, ja. 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 Dus. Nee, maar je moet dus iemand hebben die dat heerlijk vindt om in de aandacht te staan, dat elke dag te doen. Ja. Een showmannetje een beetje. Ja, die moet je hebben. Maar dat had Twan dus ook niet. Nee, toch, maar Twan was wel super ambitieus. En daar kun je ook heel ver mee komen. En hij was een hele goede interviewer. Maar je moet een showman hebben. Ik weet niet wat ze precies met Bo van Evenoord gaan doen. Maar dat wordt natuurlijk goed. Dat denk ik wel. Hoe gaat het met RTL Z eigenlijk? Want je hoort wel eens geruchten van dat duurt niet meer lang. Wordt er gezegd. Ja, dat hoor je wel eens. In Nee, het gaat hartstikke goed. Ja, nee, ik zeg het niet omdat het gaat echt goed. We zijn overgeschakeld naar vooral richting... Of we hebben een draai gemaakt, laat ik het zo zeggen. Een draai gemaakt van televisie naar online. Mm-hmm. Kom een klein beetje daar weer van terug. Omdat we merken dat er nog steeds RTL Z overal aanstaat. Banken, dat mensen kijken. En dat de kijkcijfers omhoog gaan. Maar we hebben een vrij grote redactie, moet ik zeggen. Voor televisie en voor online. En we crossen het. Ik maak bijvoorbeeld... Ik heb nu 18 interviews gedraaid voor online. Nou, die komen nu ook op televisie. Ja. En die moeten wel wat gemonteerd worden en iets korter gemaakt. Maar dat gaat gewoon door. Ja, dus het is... je kunt content... kunnen we zowel kwijt online als op televisie. Denk je dat John ook nog met een nieuwe zender komt? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Is daar nog plaats voor dan? Want RTL Z was toch een ambitieus plan. Zijn jullie een beetje van teruggekomen? Hè? Een beetje de CNN van Nederland te worden? Ja, weet je, het lastige is, Nederland is natuurlijk een ontzettend klein gebiedje. En nieuws maken is hartstikke duur. Met zoveel concurrentie ook. Ja, kijk, wat RTL Z heel goed doet, steeds weer, is gewoon breaking news. Dat zie je en dat merk je aan de reacties als er iets gebeurt, een aanslag. Notre Dame. Wij hebben hele korte lijnen. We hoeven niet eerst naar zus of zo, dit en dat. We hoeven zelf niet eens naar de hoofdredacteur. De hoofdredacteur weet van, weet je, breaking news is breaking news. Dan gaan we. Ja. En dan worden commercials geskipt en dan gaan we gewoon zenden. En iedereen is daarop gericht. Dus het gaat heel snel. Dus veel sneller dan bij de NOS. Jij kan nu gebeld worden... Het Vondelpark staat in de fik. Hup. Je moet... Ja, dat zou kunnen. Bereikbaarheidsdienst. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar dat is dus de kracht van RTL Z. En dan moet je dus nog een zender hebben die dat ook gaat doen of zo. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet precies wat de mol van plan is. Maar hij is iets van plan, dat begrijp ik wel. En als hij je belt... Het hangt helemaal vanaf voor wat. Wil je nieuws lezen? Nee. Nee. Maar iets anders.
Ik zit eens in mijn kan je wat, ja, die heeft, dat is geen dagelijkse talkshow. Een quiz zie ik je ook niet. 1, 2, 3, quiz, nee. En zou die podcast van jullie, hè, we moeten toch een beetje richting podcast gaan doen, ja, want dat is jou en mijn grote voorliefde. Ja. Zou die niet eigenlijk ook gewoon, gewoon op RTL Z te zien moeten zijn? Gewoon, wow, boom, boom, twee camera's, lamp erop. En ga met die banaan. Nou ja, nu noem je een paar dingen tegelijk. Hè? Dus je hebt... De vraag is, moet je het überhaupt met een camera doen? Ja, wij doen het nu met een camera erbij. Nou, dat heeft soms zijn voordelen. Je hebt natuurlijk heel veel podcasts inderdaad die op YouTube te zien zijn. Maar ik zit dan zo'n Alex Jones te denken, hè? Ja. Ja, dat is wel heel erg. Ja, nee, oké, maar dat is wel... Ik vind dat gaaf om dat ook te zien. Joe Rogan vind ik dan een beter ook, voorbeeld. Ja, ook. Ja. Die zit in een mooie studio en die heeft een interessante gast. Dus... In Amerika kan dat dus blijkbaar allemaal. Ja, maar je doet het niet met één camera. Wij zijn nu... dit is een heel saai beeld. Die camera die blijft maar gewoon staan. Maar dan moet je gewoon 3-4 camera's hebben. En die dan een beetje schakelen. Maar ze zou John de Mol daar niet veel meer moeten inzetten. Zeg maar, god, maar dat is toch wel... Dat heeft potentie wat die Velo daar zit te doen. En als we dan een beetje bijschaven, we zitten daar wat camera's bijschaven, op. Daar gaan we al. Ja, dat zou je niet willen. Je zou dan ook carte blanche willen. Ja, kijk, weet je, het leuke van de vrijheid die ik nu heb, is dat het bij geen enkele omroep zit. We maken het zelf. We hebben zelf afgesproken. We gaan echt iedere week gaan we doen. Ik ga straks een paar dagen naar New York toe. Nou, ik neem een setje mee. En Bert zit op de Canarische eilanden. Ik zit in New York. En we gaan gewoon die podcast maken. Ja. En dinsdag... Middag is hij er gewoon weer voor de luisteraars. Dus dat hebben we afgesproken. Dat gaan we doen. Ja, en hoe we het invullen, of het lang wordt, of kort, of het een uur maken, of anderhalf uur, dat maken we zelf uit. Dus ja, we zijn zelf de baas. En dat gevoel, dat zou ik niet meer snel kwijt willen. Want dat moet je dan weer inleveren als je dat onder de vlag van RTL of een ander, of John de Mol gaat doen. Die gaat dan zeggen, ja, maar wacht even. Ik heb nu dat onderwerp gehoord, dat hoorde ik ook daar. Kun je niet iets wat anders? Nee, dan... Ja, maar toch zie ik jou in een soort Veronica Inside-achtige setting. En dan niet over voetbal lullen, maar gewoon over de zaken die voor de rest nog in de wereld gaande zijn. En gewoon met diezelfde show en met diezelfde vrijheid. Gewoon laat de meningen maar horen, weet je wel? Niet dat stijve en korte interviewtjes. Nee, gewoon anderhalf uur aan een tafel, camera's erop. Bam, zou dat niks zijn? Ja, het kan. Ik vind het leuk om daarover na te denken. Ja, en daar zou ik ook bij opleven. Want ik hou bijvoorbeeld niet van... Ik hou helemaal niet van voetbal. Ik kijk Veronica Inside, omdat daar echt de tv gemaakt wordt. Ja. Met meningen en mensen die met passie over iets praten. Die mij iets bijbrengen. En die ook inderdaad politiek niet schuwen. En het is gewoon intelligente tv, vind ik. Ja. En daar hou ik van. Ja. Maar dat is het leuke van... De combinatie van mensen die je aan een tafel zet. En de vrijheid die je ze geeft. Weet je wel, daarom vind ik, moet heel eerlijk zeggen, er zijn heel veel podcasts en ik vind de podcast van de NOS en van de publieke omroep zit daar ook mooie tussen, maar het is niet de lol en de spanning en de vrijheid die, vind ik, bij dit medium zo goed past. Ja. Het moet niet netjes, het moet juist een beetje stout, er moet iets gebeuren. Laatst was er een vriend van mij die zei, ik heb echt al een paar keer naar die podcast, TPO podcast geluisterd. En het klinkt een beetje zoals Veronica vroeger klonk. Ja, dat is natuurlijk niet waar, maar ik begreep wel wat hij bedoelde. Dat gevoel, dat spannende. Het gevoel dat er gewoon twee jongens zitten die het nieuws bespreken op hun manier. Een geintje maken, lachen. Ja. Niet ingestudeerd. Maar. Het is, Bert weet helemaal niet welke onderwerpen die krijgt. Weet je wat. Dus er zit heel veel spontaniteit bij. Ja, en dat levert toch een magie of een mix op. Die luisteraars leuk vinden en wat dat nog niet is. En die ook op tv zou kunnen dus. En die misschien op tv zou kunnen. Misschien. Grote maar. Je hebt er zelfs een prijs mee gewonnen, hè, vorig jaar. Ja. De Online Radio Awards van Spreekbuis.nl. Ja. Beste presentator. En dat ging dan niet over je tv-werk, maar het ging echt over de podcast. Hè? Ja. Hij staat... Er staan er twee. Ja, ik heb er twee. We hebben... Eentje voor de podcast. Eentje voor de podcast. Ja. Eén voor de podcast, één voor de presentatie. Ja, wat doet dit met jou? Nou, ik was zo overdonderd dat we hem kregen. Ik dacht wel van, voor de podcast maken we een kans. Dat dacht ik wel. Ik was op vakantie namelijk en ik werd gebeld door de organisatie. Die zei, nou, je moet wel komen, want de kans, ja, alle stemmen zijn nog niet geteld. Maar je maakt wel een goede kans. Dus, of jullie maken een goede kans. Ik dacht, nou oké, dan begrijp ik het wel. Dus ik heb toen mijn ticket nog omgeboekt. En ben afgereisd naar Hilversum. Dus ik ging er helemaal vanuit dat we wel
iets zouden winnen. Ja. Maar toen kwamen de beste presentatoren aan bod en toen werd opeens mijn naam genoemd. Nou, het duurde volgens mij ook eventjes voordat ik naar het podium kwam. Ja, waarom? Weet ik niet. Nou, hebben ze wel gezegd, hoor? Ja, hebben ze wel gezegd. Maar dat juryrapport, dat ben ik alweer vergeten. Nou, het doet mij wel wat. Het doet mij vooral de dagen daarna. Ik kan wel eens een beetje secundair reageren. Maar toen dacht ik, ja, zo'n beeldje, dat zie ik toch ook als... Dat is toch ook het resultaat van dat je als jongetje... en nu word ik sentimenteel, maar dat je als jongetje van 4, 5 naar de radio luistert, dat je daardoor gegrepen wordt, dat je op een gegeven moment cassettebandjes en plaatjes, dingetjes gaat maken, dat je een piraatje gaat beginnen, dat je doorgaat met die passie en dat je 55 wordt en daar nog steeds mee bezig bent en een hobbykamer hebt met een studio. Ja. Dus, en toen dacht ik, van, ja, dit is ook een soort van bekroning van dat het klopt. Hmm. Dat vond ik dus mooi. Ja. Of ben ik heel zitten met... Nee. Ik zou nog niet huilen, maar... maar ik heb dat gevoel met podcast namelijk ook. Voor mij is het bijna net zo spannend. Ik heb die piratentijd daar niet zo goed meegemaakt. Maar het geeft mij ook een enorm nieuwe energie. Alles is nog mogelijk. Geen regels. Het kan alle kanten op. Ja. Je kan er zelfs mee even freubelen, experimenteren. Ik vind het spannend aan een radio op dit moment. En ook wat ik hoor... wat luister jij zelf nog naast je eigen podcast? Die zul je ook terugluisteren? Ja, ik luister heel trouw naar de No Agenda Show van Adam Curry en John C. Dvorak. Die duurt ook heel lang. Die duurt 2,5 uur wel eens. Luister je hem in één keer? Of nee. Etappes? Nee, etappes. Dus ik auto, sportschool. Ja. Ja. Ik luister ook naar het geluid, want ik vind Adams geluid vind ik heel mooi. Ja, ik heb een beetje de sound. De sound, ja. Ik ben zeer van met de sound altijd bezig. Oh, ja. Dus soms luister ik gewoon wel eens en dan hoor ik helemaal niet wat hij zegt, maar dan luister ik gewoon naar de modulatie, naar de compressie. Als freak. Als freak, ja. Want hij heeft een ongelooflijk mooie, ja, hij heeft een hele kristalheldere sound. Ja. En dat heeft hij voor elkaar. Dat heb ik nog niet voor elkaar, maar ik ben eigenlijk daar bijna wekelijks mee bezig om dat goed te krijgen. En de inhoud, spreek je dat ook aan? Inhoud spreekt me ook aan, want ik ben zeer van de Amerikaanse politiek. Ja. Sinds de komst van Trump vind ik het alleen maar spannender en leuker. En ik vind de hysterie die daar plaatsvindt in de Amerikaanse media, daar kijk ik ook met een soort van verbazing en af en toe met walging naar. En wat de No Agenda podcast heel goed doet, is die... hun vorm, met hun doel is eigenlijk het afbreken van die media. Dus deconstructen eigenlijk. Dus je bent aan het ontleden van wat er nou eigenlijk wordt gezegd. En daarin zie je ook bijvoorbeeld dat foutieve weergaves over wat Trump nou gezegd zou hebben, dat die nog steeds weer worden opgewarmd eigenlijk. Hè? Nu weer in een spotje van Joe Biden. Dan hoor je Joe Biden nog eens refereren aan Charlottesville, waarin Trump dan gezegd zou hebben, er waren ook wel goede jongens bij de neonazies en de white supremacists. Nou, dat is gewoon echt niet waar. Dus wat ze dan bij No Agenda doen, het doet zelf inmiddels ook, zoeken ze die persconferentie op waarin Trump dat gezegd zou hebben. En dan hoor je gewoon dat hij juist voor die groep, voor die neonazies en de white supremacists, een uitzondering maakt. Nou, daar hebben we het niet over. Dat is scam. Dat is verschrikkelijk. Volk, daar hebben we het niet over. Maar, en dan heeft dan maakt hij een nuance. Niet over die skinheads, niet over die neonazies, maar over de andere mensen die daar waren in Charlottesville. En dat ben ik gewoon blij dat er dus wakkere mensen zijn die dat allemaal gewoon ook nog uitzoeken. En dat we niet alles voor zoete koek aannemen. Dan kijk je Argos ook, denk ik, van de NPO, of niet? Medialogica. Ja, medialogica. Ja, vind ik ook geweldig. Ja. We eens even de media tegen het licht gaan houden. Ik vind dat daar eigenlijk heel erg spastisch over gedaan wordt. Want ik schrijf ook wel eens een stuk over hoe journalisten omgaan met het fenomeen Trump of met iets anders. Ja. En dan krijg je onmiddellijk via Twitter of wat dan krijg je dan het verwijt dat je je beroepsgroep aanvalt. Ja. Dat mag dan niet. Dat vind ik zo kinderachtig. Toch is dat in Radioland ook het geval. Ik schrijf dan als een kolompje over Evers recent. Nou, ik kan je wat appjes laten lezen van
Mensen die, er helemaal, die het fantastisch vinden dat ik het durf te zeggen. Mensen die zeggen, nou, nu hoef je helemaal nooit meer je gezicht in Hilversum te laten zien. En mensen die andere dingen, andere verwensingen sturen. Hoe is jouw ervaring in Radioland? Zijn de tenen daar heel lang? Zou jij hier gewoon kunnen zeggen van, nou, wat ik echt verschrik. Zou ik jou kunnen vragen, wie vind je nou echt, wie hoort er nou niet op de radio thuis, die wel op de radio te horen is? Zou je daar antwoord op durven geven? Ja, dan moet ik even een naam hebben, dan weet ik of ik het durf. Want dat verschilt per naam. Nou, wat ik al zei, want ik luister gewoon niet zo heel veel naar de radio. Maar wie heb je gestoord op de radio? Of waar stoor je je nog steeds aan? Misschien stations? Ja, waar ik me enorm aan stoor zijn die idioten die al die commercials inspreken. Dat vind ik heel erg. Ja, ik weet niet, dit gaat op zo'n onpersoonlijke manier. Kinderlijke. Ik voel me nooit aangesproken door de reclames op de radio. En hard. Ja. Is het altijd keihard gemodelleerd. Keihard gemodelleerd. Ja. En het is een turn. Het is sowieso is natuurlijk een gevaarlijk moment voor een radiostation om commercials uit te zenden dat je je publiek niet verliest. Maar het is interessant. Maar zend iets uit. Ik luister heel veel naar de Amerikaanse radio. Ja. Ook van wat er geweest is. Mm-hmm. En daar zijn sommige commercials zijn gewoon een, hoe zeg je dat, een genot voor het oor. Ja. Die zijn mooi ingesproken, er zit een mooi muziekje bij. Je weet die jou te pakken. Ja, die weet je te pakken. Zit door een vrouw of iets moois ingesproken. Gewoon een gevoel. Het is niet deze week bij Mediamarkt. Precies, want dat is geen gevoel. Nee. Dat is iemand die met een megafoon in je oor staat te tetteren. Ja. Ja, dat, als je het hebt over wat je irritant vindt, dat vind ik een absolute turn-off voor mij. Ja. En ik zou het mooi vinden als veel meer luisteraars dat zouden doen. Dat er iets verandert in die markt. En vooral bij die producenten van die commercials. Dat is een vakmanschap ook, goede commercial maken. Ja, het is gewoon snel tevreden. Het is gewoon, we hebben een tekstje en we hebben een, noem maar wat, een happening. Ja. En boer het even in. Ja, een beetje. Nee, ik heb zelf natuurlijk ook als commercial ingesproken. Wat ook gebeurt is dat gewoon de opdrachtgevers erbij zitten. En die gaan zich er dan mee bemoeien. Ja. Dan denk ik ook van, ja, maar laat dit nou aan ons over. Wij zijn van het auditieve, jullie zijn van het merk. Ja. En dat levert ook niet altijd de beste uiteindelijke versie op, hè. Want dan moet in 30 seconden, en roep ook nog even de website. Ja. Dan zit je echt buiten adem. Alles wordt kort geknipt, iedere ademhaling wordt eruit gehaald. Ja. Ja, daar blijft niks meer van over. Ja. Ja, het is natuurlijk, het gaat om de art director, hè? Het gaat om degene die het bedenkt. Hmm. En die tot en met de uitvoering eigenlijk daarbij betrokken is. Maar goed, dat is voor de radio is, vind ik dat een Is dat bij tv beter? Nee, niet bij tv is niet beter. Nee, dus de commercials zouden wel een uplift mogen krijgen? Nou ja. Of in ieder geval iets pakkenders. Ik vroeger meer van dat ik meer tegenkom, maar ik luister ook steeds. Als ik naar de radio luister, kijk ik naar Radio 4 in de auto. Misschien ben ik zelf wel gewoon, hou ik wat van wat andere genuanceerde klanken in plaats van wat vroeger allemaal geschreeuw was. De discussie over de podcast, moeten we daar geld mee verdienen? Kunnen we daar geld mee verdienen? Nee, je zei het net al, je verdient niks met die TPO-podcast. Nee, nou kijk, weet je, ik, dan kom ik toch ook weer bij Adam en John terecht, maar die zeggen van de No Agenda Show. Een tonnetje op jaarbasis hoor ik, donaties. Ja, op donaties, maar je kunt het niet, Adam zegt altijd, je can't monetize the system. Je kunt er niet aan verdienen in de zin van dat je er een commercial inzet of dat of dus of zo. Weet je, dat, ja. Dat gelooft hij zelf niet. Bovendien krijg je dan een podcast die vol zit met commercials. En dat is ook niet fijn. Hmm. Wij vragen ook donaties. En er zijn dus mensen. Kijk, je maakt iets. Dat vinden wij, dat doen wij eigenlijk per ongeluk. Maar we zijn begonnen aan iets, Bert en ik, wat we zelf interessant en leuk vonden, omdat we het zelf misten, hè? Het commentaar op nieuws. Ja. Dus zijn we het zelf begonnen. Nou, dat blijkt dus veel mensen fijn te vinden aan de reacties die wij krijgen. En toen zijn we gevraagd, we gaan nieuwe apparatuur aanschaffen, we gaan, willen jullie bijdragen? Nou, en dat gebeurt dan gewoon. En dat doen mensen omdat ze dat geluid gewoon prettig vinden. Ja. Leuk vinden dat het er is. Ook omdat ze erbij betrokken worden. Ze voelen misschien zich ook part of the club. Ja. En misschien gaat het een keer over. Maar voorlopig vinden zij, doneren ze. Ja.
Je bent nu ook genomineerd voor die BNR-podcast. Wie niet, zou ik zeggen. Hier zit er nog één. wat vind jij, laat ik het in het algemeen vragen. Ik ben nooit zo'n voorstander van een gebedel om stemmen. Nee. Ik ga denk ik ook niet, ik ben ook genomineerd, nu iedereen vragen. Stem op mij. Wat is het dan nog waard, zo'n prijs? Nee. Dit was ook de eerste, wat ik werd gisteren gebeld op BNR, dat we genomineerd waren. Dus ik was, ik dacht wel, toch leuk. Maar toen zag ik dat er nog 4000 andere genomineerden waren. Dus zo belangrijk is het ook weer niet. En Bert, die belde mij onmiddellijk. Die zei van, we gaan niet gaan lopen de bedel om stemmen. Dat gaan we niet doen. Toen zei ik, nee, dat gaan we ook niet doen. Toch hebben we het gedaan gisteren eventjes. Maar zo van, ik durf het bijna niet te vragen. Maar, en dan toch eventjes via Twitter. Ja, waarom doe je het dan toch? Ik dacht één keer. Hè? Maar toen dacht ik van, kijk, want wat wel leuk is, Patrick, is natuurlijk dat er... Dat doen ze heel slim bij BNR. Je krijgt een hoop aandacht en exposure. Ja. Dus dat doen ze goed. En traffic. Dus toen dacht ik van je kunt het ook voor kiezen om er helemaal niks aan te doen. Maar ik dacht we gaan toch mondjesmaat één keer. Maar toen dacht ik, waarom maken we niet gewoon een hele grappig spot commercial. Hè, aan het eind van de podcast. Gewoon met allemaal gebbe dingetjes. En dan... Ik stem dit en dat. Maar dan wel in de toon van de... Oh ja. Dus misschien, daar moeten we even over nadenken, maar... Ja. Altijd leuk om een prijs te winnen, maar de manier waarop... Nou ja, dat valt wat over te zeggen natuurlijk. Ja. Het leuke was, jij meldde me... Jij kijkt deze interviews op de Radio Helder Reeks ook. Ja. Wie is je het meest opgevallen? Waar heb je het meest van genoten? Ik vond dat Henk Westbroek heel erg leuk kon vertellen. Ook lang. Ja, heel lang. 2 uur en 3 kwartier, En ik vond Eddie Keur leuk, omdat ik met Eddie gewerkt heb bij Radio 10. Hmm. En omdat hij vertelde dat hij tot een nieuw inzicht was gekomen, wat ik interessant vond. En tegelijkertijd ook de oude Eddie nog steeds zag, eigenlijk. Ja. Dus die vond ik interessant en... Ferry zul je gekeken. Ja, Ferry. Super interessant. Mm. Ja. Kijk. Ik heb er veel gezien. Wie mis je nog? Ik zou wel Peter Holland vragen. Ja, ik heb zijn voicemail ingesproken. Het is gewoon een 030 nummer. Maar nog geen reactie. Ik zal hem nog eens bellen. En qua vrouwen. Want volgens nog is het bij Edith gebleven. Heb jij nog vrouwentips? Radiovrouwen. Ja. Wie zie ik over het hoofd? Ja, Tineke de Nooi. Maar die had ik een afspraak. Was net... familiekring iets gebeurd. Dus dat ging niet door. je kunt me altijd nog even mailen als je iets invalt. Je bent niet van het Engelse. Nou, dat kan. Wie dan? Het is grappig verhaal. Vroeger, ik was natuurlijk wel, ben altijd van de nieuwsradio ook wel geweest. Dus een paar jaar, echt wel 10, 15 jaar geleden begon BBC Radio 5 Live. Misschien is het wel 20 jaar geleden. En dat was te horen op de Middengolf. Talk radio? Nee, gewoon nieuwsradio. Nieuws. En dan 's morgens had je Jane Garvey. En Jane Garvey, die had de mooiste stem van de hele Middengolf. Zelfs op AM, Dus die luisterde. Dus ik vond dat allemaal, ik vond haar geweldig om te luisteren. En dat was gewoon een format en die hadden jingles. En het was allemaal, dat klonk ook zo goed was dat. Ja. Dus toen ging ik een keer naar Londen toe en toen heb ik... geschreven. Ik zei, ik wil echt een keer langs komen. Ja. Dat mocht. Dus ik naar het radiohuis in Londen, BBC. En ik loop zo door die gangen daar. Ik word zo begeleid naar de studio. En ik hoor haar dus uit de speakers al. Dus toch bonzend hard. Jane Garvey, ik ga haar ontmoeten. En toen kwam ik daar in de controlesruimte. Dus keek je door het grote raam. En dan zag je daar een klein vrouwtje zo met een pet op. Dat was niet echt de vrouw waarvan ik dacht, dat is Jane Garvey. Ja. Maar we hebben wel ontbeten met een clubje en daar mocht ik bij zijn. Dat was heel erg leuk. Dat vond ik een hele mooie radio. Stem heeft zij en ze heeft nu ook een hele goede podcast. De Fortune Podcast heet die. En daarin is zij samen met een vrouw bespreken zij vrouwenzaken. Maar ook zo gebracht dat het ook leuk voor mannen is. Maar goed, dat is misschien niet zo'n...
Niet echt voor jou, maar... Voor jou interessant. Ja, voor mij interessant. Ik kan altijd... Simone misschien? Simone Ja, dat is een hele goeie natuurlijk. Die doet wel nog steeds. Ja, zeker. Ja. Luister je dat wel eens terug? Er is ook een podcast van, hè? Ja, nee, dat moet ik nog eens doen. Ja. Maar ik heb het al gedaan, hoor. Maar ik heb... dat is alweer een tijdje geleden. Het viel mij op dat ze nog steeds heel professioneel is, eigenlijk. Nou, misschien interessant. Zit bij Avotros. Hebben we al hier en daar wat ingangetjes. Waarom is RTL eigenlijk niet zo geïnteresseerd in podcasts? Of begint dat nu wel te komen? Jawel, dat is een kwestie van ontdekken. Ja. En dat gebeurt nu wel. Ook RTL, de Bright podcast, is nu genomineerd. Ja, weet je, kijk, je moet er op ingesteld zijn. En iedereen denkt dat hij podcast kan maken. Nou, dat is allemaal prima, moeten ze ook allemaal doen. Maar het is meer dan alleen maar een tafel met een microfoon en dan een gesprek. Dus ik hoor dat. Ja, processing. Ja, gewoon dat het een beetje gelikt klinkt, dat het lekker doorluistert. Maar toch heeft het ook wel weer iets dat iedereen dit kan beginnen. Ik vind het prima, maar ik vind het niet altijd even interessant om te horen. Nee. Dus ik luister ook naar hoe iets gemaakt is. Ja. Nou, dan heb je op deze podcast wel een en ander aan te merken. Nee. Nou ja, qua geluid. Of, ja, dat zou best. Is dat stom dat ik dan denk van ja, het gaat toch vooral om de inhoud. Maak mij het uit. Nee, af en toe het kan best. Nee, maar dat is niet waar. Dat geloof ik niet. Want, want kijk, dat is hetzelfde met televisie. Ja, tenzij er moet iets heel heftigs gebeuren. Maar als je televisie, een televisieprogramma kijkt, wat voortdurend wiebelt en met een camera zo. Ja, dan haak je op een gegeven moment af. En hetzelfde geldt voor een podcast. Als dat geluid niet goed is, of het is overstemd, of het is te schel, of wat dan ook. Ja, dan haken mensen toch ook af. Ja. En kun jij een verklaring geven waarom RTL en radio, waarom dat nooit een gelukkig huwelijk is geweest? Ze hebben het van alles geprobeerd, hè? Rock Radio, RTL FM, Urine FM. Veronica FM is een tijdje van RTL geweest, als ik het goed... Ja. Heb je dat een beetje gevolgd zo? Ja, ik denk dat... ik heb het wel gevolgd, maar ik weet niet precies wat de reden erachter is dat ze ermee zijn gestopt. Behalve dan dat ik kan denken wat altijd de reden is, namelijk dat het niet genoeg oplevert. Weet je, dus... ik zat ook zenders op de kabel volgens mij. Ja. Ja. Kijk, ik vind het fijn aan een commerciële omroep dat je weet... Daar zit een soort logica achter. Als we ergens geld mee kunnen verdienen, dan gaan we het doen. Als we er geen geld kunnen verdienen, dan houden we mee op. Ja. Dus anders dan bij de publieke omroep. Die kijken ook wel naar kijkcijfers. Maar daar speelt, zoals we het eerder bespraken, daar spelen nog veel meer andere zaken ook. Persoonlijke voorkeuren, et cetera. Nou, bij RTL ben ik dat nog niet tegengekomen. Werkte nu 14 jaar, maar het is gewoon puur kijken naar de markt. Dus als de radio wordt afgestoten, de radiotak, ja, dan wordt er gewoon niet genoeg geld mee verdienen. Maar hoe komt dat dan? Want ik geloof zelfs dat 538 een tijdje van RTL is geweest. Ja. Dus ja, dat was toch de nummer 1 van Nederland. Ja. Wat ontbreekt er dan bij RTL op radiogebied? De vakmanschap? Hadden ze jou meer misschien moeten vragen van, joh, kun je ons eens helpen? Of ik heb dat nooit zo begrepen. Ik denk, ja. Nee, ja, het is dat je inderdaad zegt 538, dat klopt. Ja, maar dat zijn toch besluiten die worden genomen op het allerhoogste niveau. Ja. Is radio gewoon niet meer zo interessant? Nou kijk, ik weet dat de RTL Nederland, die gaat gewoon helemaal voor online. En met televisie, maar die content, Videoland, dat is echt, daar gaat het om. En dat is een slag waar alle... Ik wou zeggen, waar alle zeilen bij nodig zijn. Mm-hmm. Want je kan je niet de concurrentie is enorm. Gewoon, weet je, Netflix is zo'n grote speler geworden. En die breidt maar verder uit. Nou, wil je daar nog een beetje meedoen, dan moet je volgaan voor streaming. En televisie, dus ook nog steeds, daar kan ook nog steeds geld mee worden verdiend. Kun je trouwens eens navragen waarom ik geen seksfilms meer kan kijken op Videoland? Want het is wel reden dat mijn broer en ik een abonnementje deelden. Ja, ik kan het niet meer. Het eerste wat Peter van der Voorst volgens mij gedaan heeft, is die seksfilms van Videoland afhalen. Ook midden in de nacht? Het is natuurlijk gewoon on demand. Ja, precies. Ja. Niet dat ik het nou zo vaak zat te kijken, maar het was toch fijn dat het er was. Moet je mij weten, ik associeer dat dus met midden in de nacht. Midden in de nacht. Dus ik pak meteen lineaire televisie. Hoofd, Oh, wacht even. Ja. Oh ja, midden in de nacht. Ja. Maar, en kijk, je staat wel nog op tv, hè?
Ja. Ik zie geen Apple TV, ik zie nog een DVD-speler. Ben jij van het terugkijken? Of hoe consumeer jij eigenlijk behalve podcast? Ja, ik kijk dus heel weinig naar die televisie. Ja, ik zie het. Ja. Het is een klein dingetje. Ja. Nee, ik kijk heel veel hier. Gewoon, ja, toch online. Series, en docus? Nou, ik kijk wel. Ik kan wel daar Netflix op ontvangen. Tenminste, dat weet ik trouwens niet. Nee, ik kijk op mijn laptop Netflix. Ja. 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 Ja, maar ik kijk gewoon weinig televisie. Ja. Ja, dat is apart toch voor iemand die al jarenlang bij de tv werkt? Ja. Of kan jij gewoon niet meer normaal naar televisie kijken? Bijna niet, nee. Beroepsdeformatie. Nee. Ja, het is heel lastig. Ik vind het heel lastig. Ik vind zelfs, en vooral nieuws, ik ben toch iemand van nieuws. Maar als ik dan kijk, als ik kijk naar nieuwsuitzendingen, vind ik heel lastig. Vraag nou door? Of? Nee, gewoon onderwerpen, waarom dat, waarom die invalshoek. Ja. Oh, dan gaat ze zo. Oh, dan komt dat. En dan komt dat. Je hebt het door. Ja. Je wordt niet meer verrast door tv. Nee. Niet vaak. Nee. Ik vind, de RTL Nieuws vind ik wel... Dat vind ik heel fris. En daar word ik nog wel door verrast. Omdat ze echt gewoon andere onderwerpen kiezen. Mm-hmm. Laatst ook bij Medialogica kwam jouw hoofdredacteur nog in beeld. Vond ik wel knap. Goed ook dat hij toegaf dat we maken ook fouten hier. Ja, maar dat is... Dat vind ik zo fijn aan RTL. En daarom is hij ook zo'n ontzettend goede hoofddirecteur. Omdat het niet spastisch is over wij zijn journalisten en wij maken nooit fouten. En je mag nooit ons bekritiseren, want want wij zijn te belangrijk om te kritiseren. Dat is gewoon niet waar. Ik vind het juist heel sterk als je durft te zeggen, wij maken ook fouten. Ja. Dat helpt je geloofwaardigheid namelijk. Ja, dat vond ik als ook. Als je daarin transparant bent. Ja, RTL Nieuws kreeg een plusje achter haar naam door dit optreden van jullie hoofdredacteur in Medialogica. Nee, dat vond ik echt. Ja. Even kijken, dus je kijkt geen tv. Wat doe je dan zo voor de rest? Behalve podcast Dat vind ik heel erg. Maar dit is een hele belangrijke plek waar we zitten eigenlijk. Mogen we eens meekijken? Kun je ons eens meenemen in je studio? Wat heb je hier allemaal? Goede microfoons? Oh, pardon, sorry. Ja. Het zijn... Dit zijn... Rode? Nee, dit zijn Electrovoice microfoons. Oh ja. Daar heb ik er twee van. Ja. Die plopkap heb ik een keer voor Bert gekocht. Maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn. Want er zit een interne plopkap zit daarin. Oké. En dit is dus het analoge gedeelte van de studio. Ja. Dit is een mengpaneel. Allen & Heath mengpaneel. Oké. Die heb ik al een tijdje. Ligt er wat stof op. Hier is die andere microfoon. Ja. En ja, dit is het rekje. Dit bovenste gedeelte, dat is een Apollo en dat is de digitale component. Ja. Daar zit alles in aan geluid en processing, et cetera. En dit is voor de microfoon, voor versterker. Ja. Die worden niet meer gemaakt. Dus als daar iets kapot gaat, dan moet die weg. Ja, dit is de Versanus, hebben we het over gehad. En dit is nog een, die gebruik ik eigenlijk niet, maar dat is zo'n booster voor als je echt een hele lage stem wil opzetten, dan gebruik je die. En dit is dan een gate nog. En dit is de galm. Oké. Ook galm. Galm, ja. 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 En hier maak ik dan... Want ik maak samen met een vriend die woont in Parijs... maken we een programmaatje. Mm-hmm. En dat heet de Stack Show. En dat... De Stack Show? Ja, ja. Waar wordt dat uitgezonden? Dat wordt nergens uitgezonden. Dat maken wij gewoon voor elkaar. Wat leuk. In de auto. Echt? Dus dan komt hij... denk twee keer per jaar komt hij dan hierheen. Ja. Of ik ga bij hem. Neem ik mijn apparatuur mee. En dan gaan we gewoon een discjockey spelen. Dan gaat hij vanuit die twee microfoons... Ja. En dan gaan wij gewoon radio maken. Intro's. 3 uur intro's en zo. Ja. En dat luisteren we dan thuis of in de auto vooral luisteren we dat af. Feedback ook? Gewoon lol. Puur lol. Ja. Ja. Zijn er nog opnames van jou ergens te bewonderen dat we jou op Radio 10 horen of zo? Is daar een archiefje van? Heb je zelf nog dingen liggen? Ja, ik heb wel nog wat een en ander liggen. Ja. We moesten ze allemaal opnemen, hè, die spreeks vroeger bij bij Radio 10. Hoe werkte dat dan? Ja, er was ging de microfoon open. Dan en dan startte de tape, bandje. En dan met het bandje. Ja, de airchecks. Airchecks. Dan ging je, weet ik wel, 1 keer de maand kwam je dan bij de programmaleiding. Een sessie. En dan ging je luisteren. Ja? Ja. En dan zat je met Ferry. Ja. En dan stopwoord erbij. Of het te lang was. Te lang of niet, ja. Hoe was het met Van Zomeren dan? Die was Van Zomeren al weg. Ik wou zeggen. En Ferry was volgens mij ook al weg. Ik kwam wel met Peter Rijsselbrei, die deed dat. Maar dat lijkt me killing. Ja. Het daar word je niet beter van. Nee, maar zo gaat het in Amerika natuurlijk ook, weet je wel. Ik weet nog, ik heb me een lange tijd verdiept in die Amerikaanse radiostations. En daar gingen ze soms wel eens
twee maanden achter elkaar gewoon droog oefenen. Gewoon. En dan zat gewoon twee radiostations. Dus was er, weet ik veel, ging ze van format switchen. Mm. Bij KHJ in Los Angeles is dat gebeurd. Dat was een zender die stond gewoon aan met discjockeys. Maar dan waren ze begonnen met een nieuw format. Het Boss Radio format. En daar hadden ze een hele ploeg nieuwe discjockeys. En die gingen gewoon draaien. Niet op de zender, maar gewoon op een speakertje. En dan zat de programmaleider luisteren. Ja. En die hoorden dan, hey, dat gaat te lang. Of dat is te lang, of je moet doorstarten. Ja, dus en zo. Dus mensen werden helemaal gedrild. Ja. Ja, dat is dat is niet... Dat klinkt verschrikkelijk. Maar daar is ook iets voor te zeggen. Ja? Ja, want gewoon een goede, strakke, geformateerde radio, mm-hmm. dat is lekker om naar te luisteren. Ja, maar dat moet toch ook vanuit jezelf komen? Ja, nee, maar er waren ook, dus je had dan s'morgens en s'middags, dus drive time, s'morgens en s'middags, waren er discjockeys met echt, die mochten hun personality laten zien. Robert W. Morgan was er eentje en s'middags zat er ook een. En die mochten iets meer, iets ruimer, iets langer praten. Ja. Maar het zorgde wel, want vroeger was radio, voor die tijd, hè, voor de jaren 60, ja, dat was een orkest hier en ja. een lang gesprek daar. En, ja. Dat was niet om aan te horen. Nou, en toen kwam de popradio. En toen kwam de popradio. Ja, Amerika wel uitgevonden, ja. Ja. En als je dat nu vertaalt naar anno 2019, 2020, hoe is het gesteld met de Nederlandse radio? In de zin van, ik hoor dat nog maar weinig. Ik hoor veel kaalgelul. Ik hoor weinig mensen die echt het tempo erin houden. Hebben wij in Nederland nog wel echte discjockeys? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat... Ja, ik vind Rob Stenders vind ik een echt goede discjockey. Gijs Staverman vind ik een goede. Die kunnen dat allemaal. Die kunnen dat allemaal. Maar de jonge generatie? Ja, de jonge generatie die is dat... Ja, weet je... Zeggen ze, dat is ouderwets. Is het zo? Backcells en bedjes en snel. En dat is allemaal ouderwets. Je moet gewoon kaal kunnen lullen. Ja, ik vind alle energie eruit... vallen op zo'n moment. Ja, soms kan het natuurlijk, je moet het natuurlijk afwisselen, maar je moet niet te lang. Weet je? Ja, dat is lastig. Kijk, ik geloof ook dat als je nu luistert naar programma's van 10 jaar geleden, denk je, ja, is ook niet goed. Weet je? Dat is niet meer voor deze tijd. Toen was het goed misschien, maar nu niet meer. Dus ik geloof dat, net zoals met televisie, dat televisie sneller wordt, dat wij als consumenten anders radio en televisie consumeren. Maar bij de podcast maakt het niet uit hoe lang het is, als je je interesseert. Ja, dat maakt wel. Dat maakt wel uit, ja, zeker. Ja. Wat vind jij de ideale lengte van een podcast? Nee, het gaat erom of je... Ja, of je interessant is. Ja, nee, ja. Dat is het, precies. Dus mensen denken vaak dat het, als je met elkaar praat, dat dan leuk is. Omdat je het zelf naar je zin hebt. Het is niet zo, natuurlijk. Tenminste, ik merk dat. Ik kan, ja, soms maak ik met Bert een podcast die twee keer zo lang is dan dat die uiteindelijk is. Ja, jullie kunnen zo? Ja. Nou, ik vind dat wel belangrijk, ja. Ja. En aan de ene kant geeft het de vrijheid, ook aan Bert en aan mij, om door te praten. Ja. Maar, ja, dat is niet allemaal even leuk. Want soms dan denk je, ja, dat heb ik al gehoord. Dat heb ik al gehoord. Maar gaat het ook niet om het sfeertje? Ik vind het zo lekker aan podcast. Je hebt het idee dat je erbij zit. Ja. En inderdaad, een normaal gesprek op de bank, dat valt af en toe ook wel eens dood of stil. Of... Nee, dat is niet het punt. Maar kijk, wat mensen wel eens de neiging hebben, is om zichzelf te herhalen. Of om iets nog een keer te zeggen. Mm. Of een zijweg in te gaan die voor hem interessant is, maar ja, voor het publiek niet. Ja. Ik denk, ik maak hem, onze podcast met Bert, gewoon omdat ik het leuk vind om met Bert het nieuws door te nemen. Maar ik monteer hem, ik luister hem als luisteraar. Kill your darlings. Yes. Knap dat je dat kan. Ik vond het bij de radio altijd lastig. Dan bewaarde ik het telefoongesprek maar gewoon voor 's nachts wat ik had opgenomen. Het moet een zalte zender op. Oh, ja. Ja, ja, ik ben daar toch wat... Ja, ook de lengte van dit soort gesprekken. Die zouden natuurlijk ook makkelijk een half uur... Nou ja, ik zit bijna te denken, van, dat kun je eruit monteren of dat niet. Ja. Maar dat is een soort... Ik vind het leuk dat je het niet doet, maar... Mensen kunnen ook spoelen. En ja, dat is waar. En iemand die gewoon echt aan jou... Die denkt van, ja, ik vind dat interessant. Ik wist dat helemaal niet. Die man ook met de radio bezig was. Ja, die zet het aan en die gaat er dus daar iets anders doen. Of mensen sturen elkaar ook wel eens... Je moet even vanaf 1:22, want dan gaat hij over RTL beginnen. En waarom RTL nooit met radio verder... Nou ja, dan gaan sturen mensen gewoon timestamps. Ja. Kan toch ook? Ik bied het materiaal gewoon aan. Misschien ook uit luiheid. En ik denk, ja, godsamme, dan moet ik het helemaal gaan zitten monteren. En... Ja, maar ik vind monteren, vind ik, het wordt mooier. Ja, maar dat heb ik met die interviews. Ja, en dus het wordt altijd mooier, vind ik. Ja. Maar ik ben het met je eens dat je moet heel erg uitkijken dat je niet de sfeer wegknipt. Ja.
Dat moet je niet. Dat is een scheidingslijn. Ja, dat is ja. Even nog een paar andere podcast tips. Wat luister je nog meer? Luister je Tim Ferriss? Joe Rogan? Joe Rogan, ja. Waar staat ze goed aan? Nou, dat hij altijd interessante gasten heeft. En dat hij zelf heel open is over hoe hij tegen dingen aankijkt. Hij ligt zichzelf erin. Ja, dat vind ik heel mooi. En dat, ik weet hoe lastig dat is. Ja, kijk, is dat lastig? Nou, ik vind het lastig. Ik zou je zeggen. Ik ben natuurlijk opgevoed als journalist. Ja. En als journalist moet je altijd je eigen mening erbuiten halen. Heb ik heel lang gedaan. Totdat wij bij RTLZ een avondprogramma maken. Dunk. En dat was een discussieprogramma, debatachtig programma. Heel leuk. Voor heel weinig geld hebben we dat gemaakt. Maar toen zei die eindredacteur, Els, die zei maar het wordt eigenlijk interessanter als jij zelf ook je mening gaat geven. Ja. Dus, maar ik weet nog hoe lastig dat is, hoe moeilijk ik dat vond. Want dat moet je ook, dat doe je niet. Ja. En toen zei ze, je moet columns gaan schrijven. En toen, en dan weet je ook je eigen mening goed te formuleren. Doe je nu genoeg? Nou, ik merk dat ik mezelf nog wel eens daartoe moet zetten. Durf jij jezelf bloot te geven? Hebben wij nu de afgelopen anderhalf uur Roderick Velo beter leren kennen? Ja, dat denk ik wel. Ja. En, maar of toch nog gereserveerd? Nou, doordat je toch ook. Ja, kijk, ik merk wel dat. Ik weet wel dat er een camera loopt. Ja, ja. Jij kan niet tegen mij gaan zeggen: Jezus, man, die. Och, godverdamme, ik zat die Ekdom laatst te luisteren en wat vervormt die gast de stem. Dat kan je niet maken. Doet hij dat? Ik heb op een gegeven moment gewoon scheiden gekregen. Ik denk, dan mag je me maar niet meer. Ik heb ook hoeveel niemand meer verantwoording af te leggen. Ja, natuurlijk wel. Jij kan toch niet helemaal jezelf zijn hierin. En ook niet in de podcast, denk ik. Hè? Dat lijkt me lastig. Nee, de lol is dat het wel opschuift en steeds meer is. Ja. Dat vind ik, dat wil ik wel graag. Maar dat vind ik dus zo mooi aan zo'n Joe Rogan, die doet dat helemaal. Ja. Die maakt dat verder niet uit. Onafhankelijk. Ja. Helemaal onafhankelijk. Ja. Ik voel me ook onafhankelijk hoor, in de podcast. Ja? Kijk, als ik het, zolang ik wat ik zei, weet je, als ik geen hele rare dingen ga lopen roepen, maar dat, zo zit ik niet in elkaar. Dus ik zou niet weten wat voor rare dingen ik zou moeten roepen. Maar en echt een standpunt nemen in de discussie. Ja. Zou jij mogen roepen, of doe je dat ook, ik vind Trump een geweldige leider van Amerika. Dat is wat Amerika nodig heeft. Als je dat echt zou vinden, zou je dat doen? Ja. Want er staat morgen toch. Nee, dat denk ik niet. Nee? Roderick Velo, RTL tussen haakjes. Nee. Trump is fantastisch. Nee, zo interessant ben ik niet. Nee. Okay. En ik heb het. Kijk, ik denk dat ik de enige journalist in Nederland ben, of columnist, die met enige regelmaat Trump ook van de andere kant heb belicht. Er zijn echt wel, denk ik wel, 5, 6 columns die echt alleen maar over hem gaan en een andere kant van hem laten zien. Waar ik ook zeg, dit is goed aan hem. Ja. Nou goed, krijg je ook een hoop gezeik mee, maar goed. Dus in die columns durf ik jezelf te tonen. Echt wel, dat moet ook. Want anders, als je niet je eigen mening durft neer te zetten in een column. Hm. Maar kijk, wat ik wel doe, ik wil het wel altijd onderbouwen. Ik zeg niet zomaar, ik vind Trump een geweldige vent. Ja. Ik moet wel eens wel om lachen. Dan vind ik, dan denk ik van nou, hij heeft ze weer allemaal tuk. Is toch ook niet te verzinnen gewoon. Dat hij president geworden is. Dat je dat 15 jaar geleden tegen iemand had gezegd. Dat elkaar had uitgelachen. Ik vind het grappig. Gewoon. Ja, maar weet je. Ik vind het ook grappig. Maar laatst zat ik een stukje op YouTube. Was die Nancy Pelosi. Die leider van de Democraten. Heel verhaal over kan niet. En schande. En disgrace for the country. Et cetera. En toen had ze het over Bush. Dus ik dacht, wacht even. Dat verhaal heb je dus al eerder gehaald. Dus ik dacht, jij bent ook maar iemand die gewoon weer loopt erop toe terug. Ja, precies. Ja. Interessant, ik zit steeds aan de klok te kijken. Ja. Ik heb nog 10 minuten parkeertijd. Okay. We gaan langzaam afronden. Ja. 17:50 was toch even voldoende. Maar. Ja. Wat vind je van deze uitspraak? Ik heb heel veel van die radioboeken, die zul je ook gelezen hebben. Want ik zie hier ook van alles staan. Ja. Chris Evans, we kunnen het eigenlijk ook nog even over hebben. Ja. Niet voor niks een boek Chris van Evans. Dat is de discjockey. Kijk, wat ik daar zo mooi, we hadden het over, wat is nou interessante radio, wat is nou geweldig. Nou, weet je, ik kan nog, uitzending van Chris Evans, wat hij nou bijvoorbeeld bedenkt, is contact met luisteraars. En dan zegt hij van, u heeft altijd wel iets
hoorde ik laatst. U heeft allemaal wel iets in huis waar u vanaf wil, maar daar zit te veel emotionele waarde zit daaraan. Ik ga u helpen. En dan belt er iemand op en die zegt, nou, ik heb een pick-up en nou, zo'n mooi ding, maar ik heb geen platen meer. En, ja, maar ik durf geen afscheid meer. Ja. Nou, weet je wat? Je gaat naar buiten en je biedt het aan de eerstegene die het langsloopt. Dus man naar beneden, ja, met de telefoon, in de uitzending, loopt naar beneden. En die hoor je, do you want my record player? No, we don't want it. Oké, dan. Tweede fase, laten vallen. Oh, no, I can't. Dus, ja. Nou, goed. En dan, dus, nou, uiteindelijk laat hij hem vallen. En dan is hij kapot en dan kan je er nog niks meer doen. Maar goed, dat hoor je dus allemaal op de radio. Of hij vraagt aan moeders in auto's. Met een huilende baby of ze willen bellen. En dan krijgt degene die het mooist huilt, krijgt dan een rammelaar of zo. En dat allemaal op de radio. Ja, dat is prachtig. Maar dat is dus dat is zo geweldig. Ja. En zo klein. En dat is zo mooi radio is dat. En betrokken. Betrokken en goed, leuk voor de luisteraars, weet je wel. Voor iedereen leuk. Niet al dat sidekick gelul en ik was gisteren daar en ik was uit en ik was... Weet je wel. Die gesprekken interesseren me echt geen moer. Ja, dat is een mooie anekdote. En dat boek is een aanrader. It's not what you think. Ja, dit is deel 1. Ja. En hij zou dan, er komt dan ook nog een deel 2. Maar dat duurt nog eventjes. Maar dit is Chris Evans. Ja, hier staan ze allemaal eigenlijk. Valerie Geller. Valerie Geller. Dit is de Wolfman Jack. Ja. Dit is eigenlijk mijn grootste... Superjock. Ja, dat is een collector's itemje. Dat is een collector's item. Ik heb hem ook. Dit is Larry Lujack. Maar dit is een proefdruk. Oh, ja. Nee, die is geld waard. Ja. Ja, dat is ook een prachtig boek. Ja, Superjock. Wat heb je nog meer staan? Niet, interessant. Lex Show van Lex Hardy natuurlijk. Ja, John Peel. Ja, was ik ook geweldig. Johnny Walker. We hebben het niet over de whisky, maar Johnny Walker. Johnny Walker, Tony Blackburn natuurlijk. Ja. En Cousin Brucey. Mooie collectie hoor. Ik zie niet, dit was Veronica, zie ik er niet bij staan. Ja, dit. Dit. Een jaar later. Oh ja, daar staat hij. Ja, Auke Kok. Ja, Auke Kok. Ja. En, even kijken. Wat hebben we nog meer aan boeken? Ja, dit is ook wel bijzonder, want dit was ooit een boek, maar dit was het station waar ik het over heb. Ja. KHJ. Bos Radio, ja. Bos Radio. En de man die het Bos Radio format heeft bedacht. Ja. Heb ik even... Boswegen. Die heeft hier voor mij ingezet. Voor Roderick, from Hawaii to the Netherlands, Bos Aloha. Ja. Te gek. Ja, dus dat is de grote man, Ron Jacobs. Ja. Die heeft dit voor mij ondertekend. En hier staat het dus, het hele format staat hierin. Nou, goed. Ja. Niks van Dan O'Day, dat was altijd mijn radio guru. Dan O'Day, nee, van hem leer ik bijvoorbeeld. Hij zegt, als ik nou 5 minuten, of nou ja, laten we zeggen, als ik na 30 seconden naar jou op de radio heb geluisterd en ik heb jou in die 30 seconden niet iets beter leren kennen, dan waren die 30 seconden verspilde tijd in mijn leven. Ja, ben je dat met hem eens? Ja, dat ben ik absoluut met hem eens, natuurlijk. Wij denken bij Personality Radio dat het altijd lang moet duren, hè? Dat je heel veel over jezelf moet vertellen. Maar ik heb van hem geleerd, je kan zelfs in de weerbericht zeggen, gewoon even kort van, als je straks net als ik de hond gaat uitlaten, neem een paraplu mee. Dan weten mensen dat jij een hond hebt. Ja. Dan geef je iets van jezelf prijs. En dat is alleen net als ik. Dat zijn drie woorden. Ja. Ja. Het hoeft niet heel groot. Nee, en, klopt. Ja, ik heb van, en Dan O'Day loopt ook allemaal weg met die mensen die jij hier hebt staan. Dus misschien moeten we eens een keer een boekenruil doen of zo. Zo van hem liggen. Ja. Ja. Interessant. Het is heel interessant. Maar dat vind ik vind het ook leuk, omdat die wetten, die zijn ook deels of soms helemaal toepasbaar op podcast. Ja, natuurlijk. Dat is wat het gaat om, dat je contact maakt met je luisteraar. Ja, connectie. Ja. En dus leg je jezelf erin. Ja, ik heb een podcast praten over bewustzijn. Mensen die al 10 jaar lang luisteren, die zeggen, ik ben bij het einde gekomen. Ik ben weer bij nummer 1 begonnen. Ja. Want jullie zijn onderdeel van mijn leven geworden. Ja. Jullie horen erbij als ik op 's ochtends naar huis fiets of naar het werk fiets of naar de sport. Ja, het is een mooi compliment, kun je niet zeggen. Ja, nee, dat blijf je altijd bij. Ja. Even kijken, we hebben nog... qua parkeertijd 5 minuten. Wat moeten we nog even aansnijden? Ik heb het gevoel dat er iets aan het vergeten zijn. Ik ga dus geen radio meer dagelijks doen. Dat hebben we net afgetikt. Ook geen dagelijkse late night show. Misschien wel een soort Roderick Inside. Waarin we met mensen aan een tafel gaan zitten.
En gewoon eens open en eerlijk met elkaar over dingen gaan praten. Ja, dat lijkt mij wel leuk. Ja, dat lijkt me wel leuk. Want, ja, want er is nog een hoop, is niet besproken, weet je. Dat vind ik... Nu of in het algemeen? Nou, in het algemeen, weet je wel. Maar wat bijvoorbeeld dan? Wat zou je nou graag de zicht een keer op de agenda willen zetten, waar niet over gesproken wordt? Nou, er wordt natuurlijk... Even kijken hoor. Nou, ik vandaag staat er dan een column van mij online over de diversiteitscursussen van de gemeente Utrecht. Het is allang bekend dat die diversiteitscursussen en antiracismecursussen dat die niet werken. Want daar zijn ze in Amerika al heel lang mee bezig. En toch blijven al die bureautjes die zich daarin specialiseren, blijven dat aanbieden en verkopen. En al die overheden en al die bedrijven die trappen erin, die blijven dat doen. Ook allemaal omdat het natuurlijk, het staat heel mooi, het staat goed. Kijk eens even, wij zijn bezig met diversiteit en inclusie. Hè? Dus ik zou daar ontzettend graag eens een keer zo'n... avond een keer over zo dit soort onderwerpen willen hebben gewoon. En dan in debat en praten en ja, een leuke mix van mensen. Moet je niet gewoon politicus worden? Nee, geen sprake van. Nee. Maar dan kan je lekker debatteren. Nee, maar dan moet je weer aan een partijlijn houden. Nee, maar zo zijn er nog heel veel andere interessante onderwerpen. Europa komt er zo aan, weet je. Dus er is gewoon veel te bespreken. Wat ik nu met Bert doe in de podcast, dat zou in ingedikte vorm zou dat ook wel iets voor televisie kunnen zijn. Ja. Ja. Nou, wie weet. Mensen die de podcast willen luisteren, staat op alle platforms. Spotify, ja. iTunes, tpo.nl. Soundcloud. TPO podcast, dus tpo-podcast. That's it. Okay, en de website is inderdaad tpo.nl/podcast. Oké, gaan we checken. Bedankt voor je tijd. Ja. Ik ga op zoek naar... jij hebt het nummer van Simone Walraven wel, denk ik, hè? Ik heb in ieder geval wel een e-mailadres. Okay. Ja, gaan we daarop inzetten dat de volgende wordt. Ik denk wel. Nee, graag gedaan.